Dames en heren, goedenavond allemaal. We hebben net een kijkje om de deur om de hoek gedaan en volgens mij zijn we er. Dames en heren, hartelijk welkom bij de eerste grote formatieshow. Ik ga u meteen vertellen dat als u zegt, hé, daar moet ik meer van weten, 5 april, 5 mei en 9 juni. Dat zijn de 4 data voor de formatieshow. U bent dus bij de primeur, de opening. En korte introductie toch even, dat kan ik toch niet nalaten. De chef hier, Barbara Bos, die kwam maanden geleden naar mij toe. Die zei, god, dat lijkt me toch mooi. Dat is het meest ondergrondelijke, mysterieuze gedeelte van onze democratie. Als we dat nou eens een keer in een formatieshow gaan blootleggen. Dat we echt gaan laten zien hoe dat proces in zijn werk gaat. Hoe we de teksten moeten duiden. Er wordt dingen op het Binnenhof nu gezegd. Soms moet je ook vooral opletten wat er nou net niet gezegd wordt. Of nou net wel en in welke volgorde. Kortom, eigenlijk het ontspinnen van het formatieproces. Ik kreeg het verzoek en toen zei ik, nou ja, ik vind het op zich wel leuk, maar zoiets is alleen leuk als je dat met hoofdrolspelers doet. Maar mensen die dan toevallig ook een mening hebben, dat geloof ik wel. Dus ik was eigenlijk dol enthousiast, maar met een klein voorbehoudje. En u ziet het resultaat hier op de bank zitten. U begrijpt natuurlijk uiteindelijk waarom ik uiteindelijk luidkeels ja zei. Goed dat u daarbij bent, want we gaan vanavond iets bijzonders doen met 3 mensen. Waarvan ik bijvoorbeeld zeg dat ik zeer erkentelijk ben dat jullie er alle 3 zijn. En met ons en vooral met deze mensen willen laten zien en vertellen hoe zo'n formatieproces in elkaar zit. Sommige introducties zijn volkomen overbodig, maar toch ga ik het doen. Dames en heren, rechts, zover mogelijk aan die kant, zit de man die ooit leiding gaf aan de Rabobank. Bewindvoerder was bij de Wereldbank. Voorzitter was van de Sociaal-Economische Raad en talloze andere belanghebbende functies. Maar we hebben hem natuurlijk speciaal uitgenodigd. Goedenavond ook. We hebben hem speciaal uitgenodigd omdat hij de man was die in het jaar 2006 in 50 dagen het kabinet Balkenende 4 als informateur op de keien wist te zetten en dus op het bordes wist te zetten. Dames en heren, warm applaus, Herman Wijfels. En de volgende man is een politiek dier bij uitstek. Van heel vroeg al was hij bevangen door het politieke spel. Nee hoor. Nou, valt reuze mee. Nou. Heel vroeg al. Ja? Hoe lang was u toen u dat u... In het laatste jaar van mijn studie pas. Daarvoor vond ik politiek bar oninteressant. Echt waar? Echt waar. Ik spreek vaak voor jonge mensen en dan vraag ik wie vindt politiek helemaal niks. Wie vindt het saai en duurt even. Dan gaan er allerlei handen omhoog. Ik zeg, jullie moeten uitkijken, want voor je weet word je vicepremier. Ja. En dat werd hij, dames en heren. Ja. Hij is de voormalig partijleider van de ChristenUnie. Ja. Maakte vele belangrijke periodes met die partijen mee. Maar wat voor hem natuurlijk heel belangrijk was, en vooral ook voor de ChristenUnie, dat hij deelnam aan datzelfde kabinet, wat dus geïnformeerd is, samengesteld is door de heer Wijfels. André Rauwvoet, op dit moment voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Geef een warm applaus. Dank u wel. Ja. En dan de man die ooit begon met een klein roddelrubriekje in Vrij Nederland. Grote roddelrubriek. Een hele pagina. Een hele pagina. Sinds 1977 heeft hij geen kabinetsformatie gemist. U kunt hem wekelijks horen bij natuurlijk het Oog op Morgen, ook het programma Argos op Radio 1. Maar u kent hem natuurlijk voornamelijk van Vrij Nederland en ook van Politieke Junkies. Dames en heren, Max van Wezel. Vlak voordat we net begonnen, u was nog aan het binnendruppelen, zei André Rauwvoet, zeg, er worden toch wel vragen gesteld door het publiek. Dat vind ik vaak het leukste gedeelte. Ik vond dat een beetje een aantijging na het interview wat gaat plaatsvinden nu. Ja. Maar dan weet u dat. Aan het einde, goedenavond, ga lekker zitten. Krijgt u ruimschoots de kans om allerlei vragen te stellen, dat u precies weet hoe die formatie aan het verloop is. Wat ik met u wil doen, heren, is eigenlijk de routeplanner van de avond is. Ik wil met u bespreken de actualiteit. Wat gebeurt op dit moment op Binnenhof? Waar moeten we op letten? Hoe wordt ervoor gesorteerd? Wat zijn de risico's? Daarna wil ik het natuurlijk hebben met jullie over verschillende kanshebbende, misschien wel kansloze formaties. En tot slot, en Max, je hebt voor ons zelfs een column daarvoor voorbereid, wil ik natuurlijk met jullie terugkijken naar die formatie van Balkenende 4. Wat zijn de lessen die we kunnen leren uit jullie periode, die misschien wel van toepassing zijn op het heden? Max, ik begin even bij jou. Kun je iets zeggen? De sfeer op dit moment op het Binnenhof, hoe is het daar op dit moment om te vertoeven? Nou, een beetje surrealistisch denk ik, omdat er nu begonnen wordt aan een informatiepoging waarvan het grootste deel van de waarnemers in Den Haag denkt dat kan nooit wat worden. Dus de poging een kabinet te vormen van VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Iedereen denkt dat, Mark, nou ja, iedereen, de journalisten en zo. De kenners, die ook niks weten natuurlijk, maar doen alsof.
Nou ja, iedereen denkt dat Mark Rutte doet alsof hij dit kabinet wil. Ik bedoel, hij staat erg te stralen zoals altijd. Maar ja, hij stond ook te stralen bij de PVV, ook te stralen bij de Partij van de Arbeid. Dus waarom nu niet bij GroenLinks? Iedereen denkt dat de tweede grote speler, Sybrand Buma, echt helemaal niks van GroenLinks moet hebben. Ik zeg niet of het waar is hoor, ik zeg wat iedereen op het Binnenhof... Je weet hoe zo'n formatie gaat, hè? Je hoort helemaal niks als journalist. Alles gebeurt binnen kamers, dus je vraagt elkaar hoe jij denkt dat het in elkaar zit. En dat komt dan in de krant ja. En op de tv. En dan is het waar. En dan is het waar, en dan, is het waar ja. Dan hoort het waar. Ja. Nou ja, de veronderstelling is dat Sybrand Buma echt gruwt van al die milieubelastingen die in het verkiezingsprogramma van GroenLinks staan. En nou ja, de ander, Jesse Klaver is ook een beetje onduidelijk of hij nou wil of niet. Hè. Gisteren een soort zendbrief aan zijn achterban gemaild, die toch behoorlijk cool van toon was, van hele grote verschillen met de VVD. En ja, we moeten het wel proberen, maar dat is het wel een beetje. Dus er zou eigenlijk maar één iemand zijn aan tafel die dit kabinet echt wil. En dat is Alexander Pechtold van D66. Die is eigenlijk kingmaker van deze mogelijke coalitie. Ja, maar die heeft toch ook wel weer een machiavellistische reden daarvoor. Namelijk dat hij slechte ervaringen heeft met het tweede kabinet Balkenende, waarin D66 de meest linkse liberale partij was. En ze hielden bij de verkiezingen daarna, ik geloof, 3 zetels over, maar het kunnen er ook 2 zijn geweest. Dus Alexander Pechtold heeft een reden daarvoor. Dat is niet alleen maar liefde voor GroenLinks. Hij wil graag dat er een partij die linkser is dan D66 meedoet, om de risico's voor D66 te beperken. Dus ik vind dat erg rammelen allemaal. We gaan een aantal fragmenten kijken en aan jullie alle drie natuurlijk elke keer de vraag, wat zien we? Maar misschien ook de vraag, wat zien we niet? Laten we beginnen even, kijken uw kant, meneer Rauwvoet. GroenLinks zit dus nu aan tafel bij het motorblok. Ja. Dat is überhaupt in die zin, hè? GroenLinks zit aan tafel bij een motorblok. Maar goed, ChristenUnie heeft ook ruim de loper uitgerold. We kijken naar de heer Zegers, hoe hij terugblikte op de verkiezingen. Wacht, de VVD is de grootste partij. Die zal het voortouw moeten nemen. En als de uitnodiging komt, dan zijn we altijd bereid om te praten. Maar niet als de 76e zetel, niet als aanvulling. Maar echt als we een gedragen missie met een aantal partijen kunnen formuleren. Ja, dan zijn we bereid om mee te doen. Er zitten eigenlijk 2 boodschappen in. Ja, goede teksten. Ja. Ja. Zullen we de eerste boodschap even doen? Hij geeft duidelijk aan, GroenLinks groter gewonnen, laat die als eerste gaan. Ja. Dat komt er waarschijnlijk ook goed uit. Ja, dat sowieso. Hè. Dus altijd als er meerdere varianten zijn. En dit keer zijn er niet zo heel veel echt serieus. Natuurlijk zijn er altijd weer onverdachte mogelijkheden. En combinaties die je niet voor mogelijk had gehouden. Maar als je gewoon even nuchter naar de uitslag kijkt, dan zijn er niet zo heel gek veel opties. Dan is het inderdaad ofwel de 3 met GroenLinks, ofwel met de ChristenUnie, of een te weinig belichte optie vind ik een minderheidskabinet. Daar zijn we niet zo van in dit land. Maar zelf denk ik dat dit er nog wel eens uit zou kunnen komen in de gegeven omstandigheden. Dus dat zijn een beetje de 3 mogelijkheden. En nou, de 3 mogelijkheden, dus 1 het motorblok met GroenLinks. Als die het niet worden, dan eventueel de ChristenUnie. En dan eventueel ja. Daarachteraan nog de PvdA. Dat zijn ja, de... Maar door de term motorblok te gebruiken, doe je eigenlijk al waarvan Gert-Jan nu terecht zegt. Dat is een verkeerde benadering. Ik heb al een geweldige weerstand gehad. En het doet mij deugd dat mijn opvolger, er zat Arie Slob nog tussen natuurlijk, maar dat ook overneemt. De vraag is altijd, bent u bereid om een kabinet aan de meerderheid te helpen? Dat vind ik een idiote vraag aan een volwassen politieke partij. Want je bent niet de politiek ingegaan om een andere paar clubs aan de meerderheid te helpen. En dus terecht zegt Gert-Jan, als we op een moment aanschuiven, dan kom ik niet met 5 zetels, maar met een verkiezingsprogramma waar ik zoveel mogelijk van wil realiseren. En mij valt op dat is ook wel weer logisch, alle beschouwingen gaat over, als we nou goed doortellen, komen we dan boven de 75. En dan hebben we allemaal sommetjes en er is zelfs een leuke site, de coalitiemeter. Dan kun je precies zien hoeveel je dan in de Eerste Kamer hebt. En dan zijn we opgelucht als we een combinatie hebben gevonden die boven de 75 uitkomt. En dat het dan inclusief DENK en SGP is, dat is even niet zo belangrijk. Maar dan hebben we er weer 76, dan hebben we weer een optie erbij. En dat gaat natuurlijk niet worden. Dus als je gewoon kijkt naar de reële mogelijkheden met alle verschillen die er uiteraard zijn tussen partijen, dan zal het toch een beetje om die 3 opties gaan, schat ik in.
Ik wil twee fragmenten achter elkaar laten zien. Het eerste is Lodewijk Asscher, die natuurlijk een genadeloos pak op de broek kreeg met een verlies van 29 zetels. Hij heeft er 9, houdt hij erover. En daarna wil ik laten zien Mark Rutte, die zijn stellige voorkeur uitspreekt voor een meerderheid in zowel Eerste als Tweede Kamer. Ik heb geadviseerd om te gaan werken aan een meerderheidskabinet, waarvan ik het logisch vind dat de grootste partij het initiatief neemt en dat verder de winnaars daarbij aan tafel komen. Dat zijn in dit geval D66, CDA en GroenLinks als grootste winnaars. En aangeven dat wat de Partij van de Arbeid betreft, wij de verkiezingen, het is u niet ontgaan, enorm hebben verloren. De zevende partij van het land zijn, dus dat ons nu bescheidenheid past. Dat wij hopen dat deze formatie zal leiden tot een stabiel meerderheidskabinet wat kan rekenen op draagvlak in beide kamers. Meneer Wijfels, als u dit, hoe kijkt u daarna als oud-informateur? Welk spel wordt hier? Ik denk dat wat er nu gebeurt eigenlijk de eerste logische variant onderzoeken is. We hebben in dit land de traditie om altijd te kijken naar meerderheidskabinetten. Nou, daar is in eerste instantie het vizier op gericht. En in tweede instantie is het zo dat hier nu gepoogd wordt een kabinet te vormen met de grootste partij en 3 winnaars. En het is ook logisch dat wie niet gewonnen heeft of wie dik verloren heeft, ja, dat die in de eerste ronde niet aan bod komt. Dus ik zie dit als heel logisch. De vraag is of dat wat wordt. Dat zal echt moeten blijken. Ik heb mezelf op enig moment de vraag gesteld. Als je nou, en dat komt uit de twee grote rechtse partijen, om het zo maar te noemen. Als je begint te praten over een motorblok, wat is dat voor metafoor? Dat is een metafoor die komt uit de vorige eeuw. Dus alleen al dat idee, hè? Dat je dus, laten we zeggen, een motorblok creëert dat vooral over de 21ste eeuw denkt in termen van de 20ste eeuw, daar heb ik al even een zekere terughoudendheid bij. Maar goed, als dan D66 en GroenLinks erbij zouden komen, dan mag je aannemen dat er ook nog wat 21ste eeuwse dingen aan bod komen. Dus in die zin is het wel een reflectie van wat er in de verkiezingen uit is gekomen. Maar dat zal moeten blijken of dat op een zodanige manier kan, dat het land daarmee vooruit komt. Nu gaat het dus vooral over kijken hoe krijgen we voldoende zetels voor een meerderheid. Ik vind eigenlijk een vraag die daaraan vooraf gaat, dat is, in wat voor situatie zit het land nu? Hoe kunnen we eigenlijk de verkiezingsuitslag niet alleen vertalen in een meerderheid, maar ook in een bestuursstijl die recht doet aan de pluriformiteit van wat daar in die Kamer zit? En ik zou denken dat het grote voordelen zou hebben als er een kabinet komt, dat er in ieder geval qua bestuurstijl open is, dat gericht is op participatie van burgers en meerdere partijen, niet alleen de coalitiepartijen. En dat zowel een opening maakt naar een duidelijke vergroening van dit land, als een opening naar die groep van mensen, dat zijn er toch, 15-20% minimaal in dit land, die zich vergeten en genegeerd voelen. Dat zijn allemaal dingen waarvan ik zou denken, die moeten in zo'n kabinet verankerd worden. Dus u zou eigenlijk zeggen, voordat je gaat onderhandelen, moet je eerst een soort gezamenlijke analyse maken van waar we staan. Dus we komen straks nog misschien te spreken over hoe wij dat in de tijd gedaan hebben. Mijn beeld is dat deze situatie, die toch, laten we zeggen, fundamenteel vraagt om nieuwe aanpakken en nieuwe oriëntaties voor de ontwikkeling van onze samenleving en onze economie, dat je daarvoor, wat in het bedrijfsleven tegenwoordig een veel toegepaste methode is, de zogenaamde U-curve methode moet toepassen. Ik weet niet of dat bekend is. Is dat iets wat hier enige herkenning op? Helemaal niks. Ik durf wel te zeggen dat ik graag een beetje bijgepraat word. Daar wil ik wel iets over zeggen.
Dat is een methode die is ontwikkeld door een aantal mensen aan Harvard, hoogleraren van Harvard. En die zijn daaraan begonnen omdat zij dus gewoon zien, en daar ben ik het zeer mee eens, dat we in een tijd leven van fundamentele veranderingen, hè, waar je echt nieuwe oriëntaties moet vinden. En dat het in die omstandigheden eigenlijk te makkelijk is en te oppervlakkig om simpelweg vanaf een probleemstelling naar een oplossing te redeneren. Zij hebben een methode ontwikkeld waarbij je eigenlijk eerst de diepte ingaat, ook tijd neemt voor reflectie op wat er nou eigenlijk aan de hand is, en dan vanuit die reflectie probeert te komen tot een oplossing. Dus je gaat even dieper graven en van daaruit ga je weer omhoog naar een aanpak. En ik denk dat dat eigenlijk een methode zou zijn die volgens in bedrijven heel veel wordt toegepast tegenwoordig, die ook op deze situatie. En dat is dus meer dan even bij elkaar scharrelen wat staat er in die verkiezingsprogramma's en vervolgens onderhandelen. Mijn inschatting is dat het deze keer niet gekwartet zal worden. Maar traditioneel. Wat ook een mooie methode uit het bedrijfsleven was, hè, dat kwartet. Ja, daar heb KPMG. Ik toch niet al te veel meegemaakt hoor. Ah. Ja, maar dat er dus nu toch wel, laten we zeggen, gekeken gaat worden hoe kunnen we verschillende componenten uit die verkiezingsprogramma zodanig aan elkaar brengen. En ik denk dat dat net te oppervlakkig is om werkelijk de dingen te doen die dat land, het land nu nodig heeft. En daar kan ik eventueel straks wat meer over zeggen. Het lijkt me wel heel moeilijk om en klimaat, milieu en natuur voor op te stellen, wat men nu wel gaat proberen. En die wilde stemmers tevreden te houden. Nee, want die hebben nou net op een partij gestemd die zegt het klimaatprobleem bestaat helemaal niet. Nou, ik weet niet of we er aan toe zijn, hè, maar ik wil er graag een paar dingen over zeggen. Maar wilt u het over uw Balken en de Vier nu hebben? Want dan wil ik dat echt toch iets achterzijden. Nee. Ik ga nu even over de situatie waarin we ons bevinden. Ja, dus ik heb net gezegd dat, wat mij betreft, het kabinet, behalve de normale, reguliere dingen, eigenlijk in termen van sociale en ecologische vernieuwing twee dingen moet doen die heel goed te combineren zijn in mijn ogen. En dat ligt als volgt. Kijk, wij staan voor de noodzaak om klimaatmaatregelen te nemen. Maar hoe doe je dat? Dat doe je door naar een duurzame energiehuishouding te gaan. En wat is de methode of een voor de hand liggende methode om daar een aanvang mee te maken, dat is beginnen met de hele gebouwde omgeving in dit land energie-neutraal te maken. Isoleren, de energieopwekkingscapaciteit die die gebouwen vertegenwoordigen, te activeren. En daar zit een sloot van werk aan. En dat is overigens een meerjarenprogramma, dat gaat ook over het huidige kabinet heen. Je zou kunnen beginnen met contracten sluiten met woningcorporaties, dat ze dat gaan doen. Hè, dan moet je overigens even die afroming van hun fondsen moet je even corrigeren. We moeten een oversteek maken naar een circulaire economie. Dat betekent dus ook dat er veel meer binnenlandse werkgelegenheid komt. Nou, eigenlijk is de huidige situatie in de economie er een waarin het streven naar duurzaamheid betekent het begin van een periode van deglobalisering. Want wat we doen als we onze eigen energie gaan maken, dat is import vervangen door lokaal werk. In de bouw, in de installatiesector enzovoort. En als je dat op een goede manier doet, dan kun je dus ook veel van die mensen die er nu naast staan, die kun je onderdeel maken van de toekomst van dit land. Maar er zit één groot probleem volgens mij. Om dit te doen heb je mensen van jouw kaliber nodig. En wat op dit moment gebeurt, zijn die er niet? Ik vind het te weinig. Want wat ik zie, vanmorgen stond er in de Volkskrant en in Trouw, een goed verhaal van Frank Hendricks volgens mij. Ja. En dat is de strijd over de ziel van Rutte 3. Dat is wat je nu ziet gebeuren. En daar zie je precies die twee dingen die jij bij elkaar hebben, zie je uit elkaar getrokken en tegenover elkaar gezet worden. Want daar is het niet verhaal, wordt het Klaver of wordt het Segers, maar wint Buma het of Pechtelt het als het gaat om wat wordt nou het hart van Rutte 3. En dan wordt het tegenover elkaar gezet. En het is geen toeval dat Buma gisteren zei, welk kabinet er ook komt, de onderwerpen die centraal staan is immigratie, integratie, dat is de middeninkomers en hij noemde er nog eentje, ben ik even kwijt, maar hij noemde nadrukkelijk niet duurzaamheid, niet klimaat. Ja, dus en dat doet hij niet voor niets. Laten we even kijken. Mag ik daar nog één ding over zeggen? Kijk,
Dus in het Haagse krachtenveld is er wel een tamelijk cruciale verschuiving opgetreden. En die is niet primair opgetreden in de politiek, maar die zit hem in de verschuiving van de positie van VNO en NCW. Ja. Ja. Het VNO-NCW heeft vorig jaar een nieuw lange termijn programma vastgesteld. En dat programma loopt onder de naam Next Level. Ja. Economie Next Level. En die hebben eigenlijk de groene agenda omarmd. Ja. Dus die zijn beïnvloed door de DSM's en de Unilevers en de Philipsen van deze wereld. Die zijn eigenlijk gaan zien dat er maar één weg vooruit is. En dat is zorgen dat je je businessmodellen aanpast aan wat er over 10 jaar nog kan leven. En dat is een hele belangrijke verschuiving. Bovendien is het zo, dat daar hoor je in Nederland heel weinig over, dat die SDG's zijn vastgesteld. Hè, die wereld SDG's, de Social Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Dat zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. En het CBS bijvoorbeeld gaat in de komende tijd rapporteren over de voortgang in dit land over die 17 doelen. En dat betekent dus dat er een internationaal kader is samen met het klimaatakkoord, waar ondernemingen op het ogenblik op intekenen. Ja. En waar dus in de lobby dingen gaan gebeuren die in de verkiezingsstrijd totaal geen rol hebben gespeeld. Ja, maar Herman, nou kijk, even weer vertalen naar het Binnenhof dan. Want ik vind ook het meest opmerkelijke van de afgelopen week dat VNO-NCW zo duidelijk heeft gezegd, wij willen een groen kabinet. Maar de vertaling naar de politieke partijen is er volgens mij niet. De VVD flirt nu een beetje met de energietransitie, maar ja, dat komt uit de mond van dezelfde partijleider, premier, die nog een tijdje geleden zei van, nou, windmolens, dat moeten we niet hebben, want die draaien niet op wind, maar op belastingcenten. Dus erg geloofwaardig is zijn bekering niet, vind ik. En Sybrand Buma heb ik samen met Thijs Broer van Vrij Nederland een paar weken geleden tijdens de campagne precies over dit onderwerp geïnterviewd. En ik moet zeggen, die kreeg bijna een fysieke afkeer van GroenLinks, liet hij zien. Hij wil geen verpakkingstaks, hij wil geen vliegtaks, Max, ik pak hem even hier op, want we gaan even een aantal fragmenten zien. Onder andere dit fragment wat jij nu noemt uit het laatste lijsttrekkersdebat. We kijken eerst even naar het wenslijstje van de heer Klaver. 20 maart. Mijn boodschap was dat ik uitkijk naar een progressief kabinet, zo progressief mogelijk. En dat betekent wat ons betreft christelijk progressief. Ik heb ook aangegeven wat voor ons de belangrijke dossiers zijn die een volgend kabinet moet aanpakken. Op de allereerste plaats betekent dat het terugdringen van de ongelijkheid. De laagste inkomens moeten er echt het meeste op vooruit gaan ten opzichte van de hoogste inkomens. Klimaatverandering moet worden aangepakt. Dus de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs moeten worden gehaald. En heel belangrijk, er moet een humaan vluchtelingenbeleid zijn waarbij de internationale verdragen worden gerespecteerd. Gaan we meteen door naar Pechtold met zijn wensenlijstje. D66 zet in op een progressief kabinet waar belangrijke thema's die bij de verkiezingen aan bod zijn gekomen, zoals klimaat, humaan vluchtelingenbeleid, innovatie op sociaal-economische thema's, investering in onderwijs aan de orde kunnen komen. En wij zien dat mogelijk in een kabinet waar de grootste partij, de VVD, en de drie winnaars, CDA, D66 en GroenLinks, aan deelnemen. Ik heb het woord klimaat nauwelijks gehoord, deze verkiezingscampagne. Als je goed kijkt, dan hebben partijen die daarop hebben ingezet flink gewonnen. En voor D66 is het een heel belangrijk thema. Hoe ziet u dat voor zich met de VVD en CDA, VVD en CDA en GroenLinks erbij? Nou, dat moet lukken. En is dat om de druk een beetje op te voeren? Is dit een onderhandelingspositie? Nee, dit is met bedoeld om succesvol ook daartoe te komen. Deze overlap is volkomen helder. Maar ja, Nu gaan we kijken naar de heer Rutte, want die nam een begrip in de mond wat we nog niet eerder van hem hadden gehoord. Jij kon nog te aanmaken. Inhoudelijk heb ik ook een paar dingen gezegd dat wat betreft de VVD belangrijk is dat het komende kabinet werkt aan een lastenverlichting voor de middenklasse in combinatie met een herziening van het belastingstelsel. Verder werk zal maken van de energietransitie in Nederland en verder zal investeren vanzelfsprekend, u kent de VVD daarvan, in defensie en politie. Energietransitie, ja. Kwam hier in één keer als een duveltje uit de doosje, kwam die naar boven. Nou, ben ik niet verbaasd over. Nee, dat is ook wel een andere insteek. Hè? Ik moet even terugdenken aan het debatje wat Gert-Jan Segers met Rutte had in het slotdebat. Want het ging over datzelfde thema.
En het verschil tussen de benadering van de VVD en ook Mark Rutte, dat hij je noemt, is niet zonder betekenis. Dat ben ik met je eens. Maar de invulling is er natuurlijk, zeker ook in de achterban van de VVD, een enorme weerstand tegen het fiscale instrument daarvoor. En daar wemelt het van bij GroenLinks en in zekere zin ook bij de ChristenUnie. En als je Mark Rutte hoort over energietransitie of klimaatbeleid, dan doet hij een beetje in lijn wel met VNO-NCW. Dat is niet ontgaan. Ik zit tegenwoordig, mag ik in het algemeen bestuur zitten? Ja, misschien dus heeft het een beetje geholpen. Je bent de VNO'er. Ja, inmiddels wel. Jij hoort bij die wie had dat gedacht vroeger? Ja. Dat is ambtshalve, jongens. Ik ben verontschuldigd. Die zet heel erg in van, ja, maar je moet het voor je bedrijfsleven laten doen. Hè? Dus dat is, hij wijst altijd naar Tata Steel en dergelijke. Die doen het heel perfect. En de overheid, met de fiscale instrument, moet op de achtergrond blijven. En dat is het echte punt wat, als dit op de tafel komt, uitgediscussieerd moet worden. Want terecht stelde Segers in dat debat vast. Ja, maar met het programma van de VVD, als je het overlaat aan het bedrijfsleven, natuurlijk allemaal prima, moeten we ook zeker doen. Maar als je gewoon kijkt wat de politiek zelf kan doen, dan red je het niet met het VVD-programma. En daar gaat hij groot gelijk in. Overigens, Mark Rutte, we gaan een stukje terug in de tijd. Lanceerde ooit dit pamflet. Ja, ja. Dames en heren, het heeft echt bestaan. Ik geloof niet dat het bij alle VVD'ers midden op het bureau ligt. Naar een moderne economie en groenrechtse toepassingen op energie. Mark Rutte, Den Haag, 17 november 2008. Een tijdje geleden, hè? Ik zie een minzaam glimlachje op uw gezicht. Een van de grotere kwaliteiten, zeker in deze tijd, van Mark Rutte als politicus, is dat hij een postmodern politicus is. En dat betekent postmodern. Dat betekent dus dat je eigenlijk niet op voorhand geen principes heeft. Voorhand geen opvatting hebt. Dat is niet hetzelfde. En daar kun je dus van alles in kwijt, in zo'n ruim benadering. Maar toen u het net had over een nieuw type leiderschap, weet ik niet of u nou precies daarop doelde. Nou ja, dus misschien is dat ook wel, laten we zeggen, behulpzaam bij wat er nu moet gebeuren. Dus kijk, die mannen, laten we eerlijk wezen, die laten zich toch in belangrijke mate ook informeren door wat vanuit de economische belangen van dit land nodig wordt geacht. Het gaat ook voor het CDA, hè? Die halen hun sociaal-economische standpunten in feite ook in de Mali-toren. Maar hoe komt het dan, Herman, dat ze dat op milieugebied, het is jouw eigen partij, ze doen het echt niet. Het hele klimaat stond echt verborgen in het verkiezingsprogramma. Zoals dat vervolgens gaat, dan komt ambtelijk Den Haag in beweging en dan komen de lobby's in beweging. En het is ook heel raar als je als liberaal zegt dat je het marktmechanisme niet moet gebruiken om dingen op zijn plek te krijgen. Maar laten we ons even goed realiseren. Onze huidige economische orde vertoont in de omstandigheden van de 21ste eeuw een enorm gat. En dat gat is dat nieuwe schaarsten, zoals klimaat, in zekere zin is dat een schaarste artikel geworden, althans stabiel klimaat, maar zoals biodiversiteit, zoals visvoorraden in de wereldzeeën, vruchtbare landbouwgronden die gaandeweg worden uitgeput enzovoort. Dat zijn commons, gemeenschappelijke belangen van de mensheid en dus ook van ons. Dat die geen prijs hebben, dus dat is ongeprijsde schaarste. En eigenlijk is het antwoord op de situatie van nu dat we gaandeweg, laten we zeggen, de maatschappelijke kosten die voortvloeien uit de huidige lineaire economische manier van werken, dat we die in rekening gaan brengen. Dat we daar een prijs aan toekennen. Ja, yes, maar daarom kom ik naar bij u uit. Ja. Kijken we even naar het volgende fragment. Dit is het laatste debat. Dit is de avond voor de verkiezingen. Ja. Toen werd het heet tussen de heren Buma en Klaver. Want het ging over dit punt namelijk. We zijn allemaal voor een goed milieu, was eigenlijk de context. Maar wie gaat de rekening betalen? Ja. Toen gebeurde dit. Een verpakkingenbelasting, een vleesbelasting, fileheffing, spitsheffing, een belasting op je vierkante meters grond. Ga zo maar door. Belasting op belasting. En we weten het allemaal. Wie betalen die belasting? Helemaal niet die rijken. Echt, die gaan maar naar België, die zijn al lang weg. Maar de gewone Nederlanders die hard werken, zijn de komende 4 jaar de klos. Als u voortdurend die hand uitstrekt, zeg ik, dit doen we dus niet. Mag ik daar ook weer wat over zeggen? Of, ja, dan één zinnetje, dan kom ik namelijk met te veel aan het woord anders. Maar, nee, maar zeg maar André, één zin. Hè? Nou ja, het is een paar zinnen erover. Kijk. Oké, één zin, twee komma's, that's it. Zo ken ik je. Laten we zeggen, wat hij daar doet is in zekere zin vals. Want hij vertelt de helft van het verhaal. Wat GroenLinks doet,
Dat is eigenlijk op een liberale manier het prijsmechanisme inzetten om die dingen die we, waar we de maatschappelijke kosten nu niet van dragen, om die in die prijzen te krijgen. En de opbrengst daarvan in te zetten voor verlaging van, laten we zeggen, de loonbelasting. En dat is ook wenselijk, want we vinden de weg in dit land veel te groot. Nou, dus het is eigenlijk heel verstandig, liberaal economisch beleid, om dat zo te doen. Meneer Wijvers, laatste vraag. En daar kom ik echt bij u uit. Mijn laatste vraag is dit. Vandaag is ook bekend, ze gaan natuurlijk nu echt onderhandelen. En weten ook wie ze gaan meenemen. Maar er doet ook een hardnekkig gerucht de ronde, Max. Bevestigt het even zo direct. Namelijk dat waarschijnlijk het aanbod komt aan GroenLinks, dat zij naast Ede Schippers dus van de VVD ook een informateur mogen leveren. Mijn eerste vraag is, vindt u dat een slim idee? Ja, ik denk als je in deze opstelling, hè, met die vier partijen, een evenwichtig kabinet wil vormen, dat dat niet kan onder een VVD-informateur alleen. Juist. Nou had ik het gelukzalige moment namelijk dat ik zat te dineren naast uw vrouw. En uw vrouw en ik hebben samen een briljant plan bedacht. Namelijk dat het toch een strategisch briljante zet zou zijn als GroenLinks aankomt met Herman Wijfels als tweede informateur. Zou u bereid zijn? Nou, dan ben ik uw vrouw was het met me eens, dat wil ik wel erbij zeggen. En ik verwacht dat ook helemaal niet. Nee, ik ook niet, maar toch. Nee, dus kijk, er zijn vragen die je in het leven gesteld kunnen worden waar je moeilijk nee op kunt zeggen. En dit is er één van, hè? Maar dit gaat niet gebeuren. Oké. Okay. Maar u gaat er geen nee tegen zeggen als het toch gebeurt? Dit gaat echt niet gebeuren. Maar als u de vraag krijgt, zegt u geen nee? Gaat niet gebeuren. Nou, okay. Maar u zegt geen nee. André Rauwvoet. Nou, even terug naar Buma. Het meest markant is misschien wel dat dit verhaal van Buma gebeurde in een debatje dat ging over het terugdringen van inkomensverschillen. Want dat was wat Klaver adresseerde. En Buma draait het naar de belastingen op milieugebied. Ja. En dat is eigenlijk wel het meest markante. Want het was ook een beetje een vlucht bij de vraag. Want ik heb me verbaasd over de robuustheid waarmee Buma, die uitstoken hand, dat was nu dan niet letterlijk, ik denk dat moet Klaver niet opnieuw gaan doen, maar die zei van, gaan we samen optrekken om de inkomensverschillen wat te dempen? En Buma zegt gewoon, no way. En vervolgens kwam die aan, want ik weet wel, als GroenLinks dat wil, dan komt het neer op belastingmaatregelen en milieumaatregelen. En dat gaat ten koste van de middeninkomens. Die draaide het helemaal en serveerde het dus in één adem af. Zowel de inkomensverschillen aanpakken als het milieubeleid. Het was in één set van 8 minuten, was allebei weg. En Rutte horen we ook zeggen, die neemt dus voor het eerst keer het begrip energietransitie in de mond. Maar daarvoor zegt hij heel nadrukkelijk, we gaan voor lastenverlichting voor de midden- en kleinbedrijven en de middenstand. Om het maar zo te zeggen. Dus in feite zeggen ze goed idee Klaver, wij zijn ook voor een beter milieu. Eén relativering. Want ik ben het erg eens met wat Herman net zei over de U-curve. Ik heb zelf een ander beeld, toevallig gisteren een heel ander onderwerp kunnen gebruiken. Als je twee driehoeken naast elkaar, dat zijn twee verschillende partijen, hè, en die zet je gewoon naast elkaar en die schuif je een beetje naar elkaar toe, maar de punten raken elkaar niet, overlappen elkaar niet. De verkiezingscampagne is dat als je het aftopt op precies de punten waar ze elkaar nog niet raken, want er zit natuurlijk een overlap tussen, dan is de verkiezingscampagne gaat over die punten. Je hebt standpunten en die raken elkaar niet. Daar gaan we 6 weken over debatteren. We zitten nu in de fase 1 laag dieper, daar gaan die driehoeken die gaan elkaar overlappen. Dus dan heb je common ground. Dat is de positie van de belangen. Daar zitten we nog niet op het niveau van de U-curve, maar op de belangen. En het belang is nu, hebben we gemeenschappelijk belang, heb ik een belang om aan tafel te zitten of heb ik een belang om nog weg te blijven? Maar je ziet al meer overeenstemming. En we zitten nu feitelijk op de overgang van de eerste naar de tweede fase. Geef ze even iets langer dan een week om van die standpunten van hun verkiezingsprogramma's naar die tweede niveau af te dalen. En als het lukt, dan zit je op het derde niveau en dan zit je bij Hermans zijn benadering, zeg maar, op het niveau van de waarde. Want dan heb je alle belang bij om de gedeelde waarde, die er natuurlijk ook tussen CDA en GroenLinks liggen. Want CDA kan ook hele goede verhalen houden over duurzaam beheer van de schepping, echt. Alleen ze hebben het in de campagne niet gedaan, omdat ze een ander standpunt hebben gekozen, maar het zit er wel. En vroeg of laat, en zeker het CDA is daar goed in, ik bedoel dat niet cynisch, als ze verantwoordelijkheid gaan dragen, dan komt dat naar boven. En dan gaan ze daar gemeenschappelijke woorden aan vinden om dat gemeenschappelijk met GroenLinks ook te benoemen. U bedoelt het niet cynisch, maar hier begint een puf en gezucht naast me op de bank. Nou ja, weer even terug naar de praktijk van het Binnenhof. Wat het heel moeilijk gaat maken, deze fase van de formatie met GroenLinks, is dat de VVD het gevoel heeft, in het vorige kabinet met de PvdA hebben we al veel te veel de inkomens geniveleerd. En dat is waar. Het is de PvdA-kiezer op de een of andere manier niet opgevallen. Maar
er is behoorlijk geniveleerd, vooral in de inkomstenbelastingssfeer. De VVD heeft dus iets van eens maar nooit weer, dit gaan we deze periode niet doen. CDA nog erger, die heeft dat tot een speerpunt in de verkiezingscampagne gemaakt. Van de VVD heeft de middengroepen eigenlijk laten vallen door zoveel water in de wijn richting de PvdA te doen. Dat gaat met het CDA niet gebeuren. Op dat moment komt in plaats van Lodewijk Asscher Jesse Klaver binnenlopen als onderhandelingspartner en zegt, ik wil nog veel meer nivellering, maar nu voor een ander doel, het klimaat. Ja, de eerste reactie van CDA en VVD is dus no way. En ik heb de kabinetsformatie van 2010 heel goed gevolgd. Daar zat GroenLinks ook bij namelijk. En daar begon Mark Rutte ook van, nou, de verschillen zijn groot, maar we komen er wel uit. En de achterban van de VVD kwam dus toen heel heftig in opstand. Tot en met mailtjes als, Rutte, je bent een verrader, dat soort termen. En hij is toen teruggedeinsd, dat kabinet met Femke Halsema is er nooit gekomen. En ja, ik denk dat VVD en CDA in die campagne hun achterban zo lekker hebben gemaakt met lastenverlichting, dat het echt heel moeilijk is nu tot een compromis met GroenLinks te komen. Meneer Rauwvoet? Of ik weggedraaid ben? Nee, ben ik weer. De vraag is natuurlijk... Nee, dat is jouw Calimero-complex, dat jij denkt dat jij wordt weggedraaid. Dat zouden we niet hardop zeggen, hadden we afgesproken. Ga door. Dat ik daaronder leid. De vraag zou dan zijn, maar wat denk je dan dat eruit komt? Ik denk dat het probleem niet zozeer bij Mark Rutte zelf zit. Als politicus is hij daar ook bewegelijk in. Hij wil graag die derde termijn hebben. Ik ben wel met je eens, dat probleem, dat sentiment zit wel heel stevig in de achterban van de liberalen. Die zijn als de dood, niet zozeer voor Jesse Klaver, maar voor het congres van GroenLinks. Wat zich 4 jaar lang gaat bemoeien en vanuit echt linkse reflexen zich gaat bemoeien met het beleid en Jesse Klaver voortdurend onder druk gaat zetten. Als het met GroenLinks niet lukt op het gebied van milieuduurzaamheid, dan is de vraag, maar dan lukt het met D66 en met de ChristenUnie ook niet. Want die zitten met z'n drieën wel in de top 3 van de groene partijen. Dus, en dat realiseert Mark Rutte zich ook. Wil het slagen, dan moet het toch met 1 of 2 van die partijen wel gaan gebeuren. Maar ik probeer even die zin terug te halen. Als het niet lukt met GroenLinks, dan lukt het ook niet met de ChristenUnie en... Nou, in een aantal onderzoeken kwam de ChristenUnie er groener uit, niet links, maar groener uit dan GroenLinks. Dat zit wat minder hard op het fiscale instrument, maar ook bij de ChristenUnie zit dat erin. Dus de weerstand die er bij de VVD is tegen het groene beleid van GroenLinks, zal zich ook in gesprekken met de ChristenUnie gaan manifesteren. Wat erg in het voordeel van jullie spreekt, is jullie congres is vaak wat minder opstandig dan dat van GroenLinks. Hè? Dat is voor een politiek leider een zegen. We hebben zo'n ja, nee, dat... Voor de partij is het soms jammer, want meer debat zou wel mogen. Even, we zitten nu eigenlijk, de formatie die nu voor ligt, zitten we nu door te nemen. We hebben dan via een aantal aspecten nu bekeken. Ik heb eigenlijk geen harde reden gehoord waarom het een succes gaat worden. Is dit gewoon... Ik schat de kans dat dit gaat lukken niet heel hoog in. En toch doe ik nog 1 suggestie in deze constellatie. Kijk, als je... laat ik eerst dit zeggen. GroenLinks heeft een lange termijn plan. Hè? Dus al hun, laten we zeggen, milieubelastingen hoeven niet in de komende 4 jaar gerealiseerd te worden. Dus als je een, laten we zeggen, serieus begin kunt maken op dat traject, hè, dus het prijsmechanisme toepassen op die nieuwe schaarste, en je vertaalt de opbrengsten daarvan in een verkleining van de WIG voor de lonen, en je doet dat eventueel ietsje meer voor de onderste kant, voor de onderkant dan daarboven, dan krijgt iedereen lastenverlichting aan de inkomstenkant. En ik denk dat als je daar een goed evenwicht kunt vinden, nou ja, dan heb je een heel belangrijk ding opgelost. Maar dan kom ik even ter afronding van dit punt. Dan zou je kunnen zeggen, Klaver heeft laten weten elke keer 3 punten. Dus die duurzaamheid milieu, 2 is een humaner vluchtelingenbeleid. En de 3e punt is dus inkomensverschillen verkleinen. Nou, hij kan ze niet op alle 3, kan hij maximaal gaan scoren. Even vanuit dat hij dus blijft zitten. Laten we ervan uitgaan dat hij milieu en duurzaamheid het belangrijkst vinden. Iedereen is natuurlijk bang uiteindelijk opgevroten te worden door Rutte na 4 jaar, hè, als je in deze positie belandt. Zou jij, laten we nou eens even in theorie aannemen dat hij echt, nou, laten we zeggen als meneer Wijfels aankondigt, een groot begin van die transitie echt op poten kan zetten. Zodat hij echt daarmee een goede minister dan, niet alleen van milieu, maar ook van energie letterlijk ook, zeg maar ze zouden moeten inleveren op soepeler vluchtelingenbeleid of inkomensverschillen. Ik zie daar al iemand nee schudden, maar ik vraag het nog even aan jou.
Is dat nog steeds politieke zelfmoord voor GroenLinks? Nou ja, kijk, GroenLinks heet niet voor niks GroenLinks. Hè? Ik bedoel, je hebt een groene vleugel en een linkse vleugel. Ja. En die zijn het hier niet over eens. Ik denk dat de meer groene vleugel iets heeft van dit is een once in a lifetime. Dit is een enorme kans. We kunnen nu een stempel op de discussie over het verdrag van Parijs drukken. We moeten alles op alles zetten om dit te proberen. Maar er is ook een meer linkse vleugel, die zit misschien iets in een oudere generatie in GroenLinks, maar is wel heel invloedrijk, dus zeg maar de oude PSP. Die denken daar echt heel anders over en die zijn op dit moment heel erg Jesse Klaver aan het waarschuwen van doe dit niet, jij wordt de volgende Diederik Samson. Meneer Rauwvoet, het ziet er eigenlijk naar uit dat jullie het goed gedaan hebben. Dus ik denk dat, eerst GroenLinks voorlangs schieten. Goed alternatief erachter zijn? Nee, dat was het omgekeerde deed zich in 2006 voor. Daar kunnen we het ook nog even over hebben straks misschien. Maar dat is nu veel minder aan de orde. Omdat GroenLinks heeft gewoon 10 zetels gewonnen. Dat is de grote winnaar. De ChristenUnie is gelijk gebleven. Dus ongetwijfeld zijn dit soort strategische overwegingen gaan ook bij de ChristenUnie over tafel. Maar er is geen enkele reden waarom de ChristenUnie nu aan tafel zou schuiven. Kijk, Jesse Klaver heeft gezegd, we gaan Nederland veranderen. Ja, dan kun je niet zeggen, maar ik heb geen zin in een gesprek. Dat doe je aan de onderhandelingstafel. Daar ga je Nederland veranderen. Hè? Dus hij moet ook wel. Ik denk wel dat er inderdaad een verschil zit tussen de van ouds de achterban en het congres en Jesse Klaver. Maar er zijn genoeg mensen om hem heen die zullen zeggen, doe het niet. Ik heb sterke aarzelingen of Klaver genoegen zou kunnen nemen met alleen een herkenbaar stempel op het gebied van duurzaamheid. Gegeven het feit dat de andere kant van de tafel, zeg maar even, Buma en Rutte, streng zitten vanwege op het asielbeleid, immigratie en integratiedebat, kan hij niet thuiskomen zonder daar iets op binnen gehaald te hebben. Want dat is, daar kun je niet schuiven met euro's en dat kun je bij inkomens wel doen. Daar kom je wel uit, denk ik. Maar als je daar, zou zeggen, gewoon wij houden ons aan het vluchtelingenverdrag. Dat is al een belangrijk punt. Ja. Ook een van de dingen waar jouw partijleider Sybrand Buma in de campagne afstand van heeft genomen. Ja, precies. Hè, maar dat is dus een punt wat hij kan scoren. Hè. Dus gewoon het bestaande verdrag handhaven. Dan heb je al iets binnengehaald. Maar je kan toch geen punt scoren door het eerst van tafel te halen en daarna met een soort taart weer terug te zetten. Maar dat is dus wel een debat wat aan de rechterkant speelt. Nee, dat kan wel. Als de teneur is bij partijen die als ze het voor zeggen krijgen, dat ze daarop gaan inboeten. En jij slaagt erin om te zeggen van nee, we houden ons aan het vluchtelingenverdrag. Ik zou liever een paar stappen meer hebben, een humane beleid. Maar ik blokkeer dat we stappen terug gaan doen, dan is dat op zichzelf winst. Maar gegeven het huidige maatschappelijk en politiek debat over asiel, immigratie en integratie, kan hij niet terugkomen. Jongens, ik heb goede dingen bereikt op duurzaamheid, maar helaas, asiel laten we lopen. Helder. Ik geloof dat alle drie de heren op deze bank het over eens zijn dat het wel goed dat ze een poging wagen, maar dat ze de kans minder dan 50% achten. Mag ik het zo toch wel samenvatten? Dat is vandaag de dag van de moeilijke gezichten, viel mij op. Ja. Ja? Ik zeg nog één ding. Dat is, kijk, dit is de kans voor Mark Rutte om uit te groeien tot een echte staatsman. Ja. Als hij deze coalitie wel voor elkaar krijgt. Ja. Overigens is nu de kingmaker, dan gaan we dit punt afronden. De kingmaker hier natuurlijk, dat is ook een beetje een raar begrip, maar de grote vraag is, kijk, dat Buma en Rutte al die lastenverzwaringen te lijf zullen gaan en dat moeilijk over gaan doen, dat kunnen we wel voorspellen. Maar de grote vraag is, wat doet Pechtold? Zegt Pechtold op een gegeven moment tegen Buma en Rutte, heren, ik wil graag met jullie door, maar ik heb deze linkse broeder, in dit geval GroenLinks, per se nodig. Ik zie dat nog niet, als ik nu naar de beelden kijk, hè, het vertrouwen en denk dat het goed komt. Max? Ja, ik zie dat wel. Ik denk, maar om de reden die ik daarnet noemde, die dus niet zo idealistisch is, maar D66 wil niet in een overwegend conservatief christelijk kabinet de enige linksliberale factor zijn. Ze weten gewoon dat dan de grote afrekening komt. En dat heeft te maken met dat tweede kabinet Balkenende, waarin dat al een keer is gebeurd. Pechtold heeft natuurlijk in het kader van die constructieve drie die we ook een keer gehad hebben, heel goed met ChristenUnie en SGP samengewerkt. Maar dat ging om het geld, ja. Dat ging om de begroting. De kloof tussen D66 en ChristenUnie en SGP op terreinen als de Wietwet en het voltooid leven is werkelijk gigantisch. Nou, daar kun je van alles
voor verzinnen? Een staatscommissie, twee staatscommissies, drie staatscommissies, zeven staatscommissies, die er ook vooral 70 jaar over moeten doen, zodat het kabinet nooit in gevaar komt. Maar lekker zit dat niet natuurlijk. Dus Pechtold heeft veel belangen bij GroenLinks moet aan tafel. Deze punten even. Ja. Voltooid leven, donorwet. Al deze zaken die buitengewoon belangrijk zijn voor uw partij. Zou u zich kunnen voorstellen dat ChristenUnie in een kabinet plaatsneemt waar deze zaken dus of naar een staatscommissie worden doorverwezen of een vrije kwestie zijn, met andere woorden, niet vastgelegd zijn in een regeerakkoord? Nou ja, als je kijkt wat zeggen ze zelf over zetten, een heleboel dingen zijn of niet benoemd, of daar laat zich een compromis bedenken. Ik bedoel, dat hebben wij destijds ook gedaan. Een aantal dingen gewoon afspreken, dat doen we ook niet. Hè. Overigens moet je er echt rekening mee houden, zeker met vier partijen. Dat wordt zo'n regeerakkoord, want je gaat opschrijven wat je allemaal wel gaat doen. Maar zeker de vierde partij zal er heel veel belang bij hebben. Dat geldt ook voor GroenLinks, om op te schrijven wat je niet gaat doen. Dus het wordt een heel dik regeerakkoord, dat red je niet op 1-4'tje. Nee, maar dat wordt echt een verhaal. En dan ga je ook voortdurend als er nieuwe dingen oppoppen. En dat, natuurlijk gebeurt dat. Wij hadden in ons regeerakkoord ook niet afgesproken dat er een financiële crisis zou komen. We waren er ook erg tegen, maar hij kwam wel. Okay. Dat vind ik een mooi brug. Want en dan heb je voortdurend, dan heb je dus voortdurend strijd. En even een concreet je vraag. Segers heeft op het punt van voltooid leven, het enige punt waar hij zich echt over uitgesproken heeft, daar gaat hij niet voor in een kabinet zitten. Dus ik denk dat als de boodschap is, joh, kom toch praten, hij gaat altijd praten om te verkennen. Maar dan zal hij ook zeggen, als dit een punt van inhoudelijke onderhandeling wordt, waar we zoeken naar een compromis of een vrije kwestie, dan wordt het een kort gesprek, daar ben ik van overtuigd. Voor de andere onderwerpen ben ik er niet zeker van, omdat hij zich er niet over uitgesproken heeft. Helder. En wat we nu gaan doen, wij gaan met jullie, daarom vind ik het heel leuk dat jullie natuurlijk hier zijn, gaan we eigenlijk terug in de tijd. We gaan naar jullie kabinet, waar u dus de informateur van was en u toen de partijleider van de ChristenUnie. Derde partij naast CDA en Partij van de Arbeid. En als bruggetje daar naartoe, Max, je zit er al klaar voor. Ben jij eens even in je hoofd gaan graven, ongetwijfeld ook in je archief. En alles bij elkaar zetten. Nou, ik heb net een boek aangeschaft waar het allemaal in staat. Goed. Dat is kabinetsformaties heet. 1977-2012, Max heeft het allemaal meegemaakt. Fantastisch. Ga je gang, neem ons mee. In februari 2007 stond ik op het gazon van het Catshuis. Vanuit de partytent die daar voor de speciale gelegenheid was neergezet, zag ik Jan-Peter Balkenende zijn twee nieuwe vicepremiers aan de parlementaire pers voorstellen, Wouter Bos en André Rauwvoet. Alles wat zich tussen die drie in het verleden had voorgedaan, was vergeven en vergeten. Ze hadden elkaar in de ogen gekeken en gingen nu samen werk maken van waarden als respect, solidariteit en duurzaamheid. Achter in de tent vielen CDA-campagneleider Jack de Vries en PvdA-woordvoerder Sherlo Esaias elkaar demonstratief in de armen. We mogen zoenen, Sherlo. Wie had zo'n harmonieus tafereel durven verwachten na de meest vuile verkiezingscampagne uit de recente geschiedenis? Het CDA had op zijn Amerikaans onderzoek laten doen naar de karaktereigenschappen van PvdA-leider Wouter Bos. Hij twijfelde wel eens hardop en daar konden de ChristenDemocraten hem op pakken. U draait en u bent niet eerlijk, u zult zich het radiodebat nog kunnen herinneren waarin Balkenende dat richting Bos zei. Op die manier, met zulke slagen onder de gordel, won het CDA de verkiezingen, maar ja, nu moest er wel worden samengewerkt. De eerste drie kabinetten Balkenende hadden flink de verzorgingsstaat onder de hand genomen en een hard immigratie- en integratiebeleid gevoerd. Er was kritiek op, ook vanuit het CDA zelf. En een van de hardste critici was oud-SER-voorzitter Herman Wijfels. Het was dan ook nogal opmerkelijk dat het de koningin behaagde Wijfels tot informateur van het nieuwe kabinet Balkenende te benoemen. En hij kweet zich met verve van die taak. Wijfels verplaatste de kibbelende politici van het hectische Den Haag naar rustieke oorden als landgoed Lauswold in Beetse Zwaag en Villa de Zwaluwenberg in Hollandse Rading, schoof de verkiezingsprogramma's van de drie politieke partijen terzijde en drong aan op een open dialoog, een brainstorm over de toekomst van Nederland. En zo konden compromissen worden gesloten. Pas jaren later bleek hoeveel losse eindjes dat regeerakkoord bevatte. Zo waren er geen besluiten genomen over de versoepeling van het ontslagrecht, de vraag of er een nieuw referendum over Europa moest worden gehouden, de verlenging van de militaire missie in Uruzgan en de aanschaf van de Joint Strike Fighter. En dat zou het kabinet gaan opbreken. Over al die onderwerpen brak in de treffenzaal een slopende loopgravenoorlog uit. Als dat niet ophield, dreigt het beeld te ontstaan van een niksig kabinet dat vooral strijd voert met zichzelf. Die is niet van mij, die is van toenmalig fractieleider Arie Slob van de ChristenUnie.
Wat ook niet meehielp, was het gebrek aan persoonlijke chemie tussen Jan-Peter Balkenende en Wouter Bos, die elkaar in de weg zaten en weinig respect voor elkaar opbrachten. Allebei omringden ze zich bovendien met spindokters, die er in hun contacten met de pers niet voor terugdeinsden de leider van de andere partij zwart te maken en te bekladden. Het kabinet was zo lek als een mandje. Alleen de ChristenUnie deed daar niet aan mee, maar ik heb nooit kunnen achterhalen of dat was omdat ze het niet wilden of omdat ze het gewoon niet konden. En dat houden we zo. Het kabinet Balkenende ging de geschiedenis als een vechtkabinet, kwam na 3 jaar voortijdig ten val en de top van het kabinet vertrok allemaal uit de nationale politiek. Balkenende, Bos en Rauwvoet. Geluk bij een ongeluk was dat die gang van zaken Ernst & Young, ING, KPMG, het VU Medisch Centrum en de Zorgverzekeraars Nederland bekwame bestuurders opleverden. Persoonlijk, hier komt de persoonlijke noot, heeft de mislukking van het vierde kabinet Balkenende mij altijd heel erg dwars gezeten. En dat heeft eigenlijk een andere reden. Dat kabinet had het antwoord moeten geven op het populisme dat ook toen al Nederland dreigde te verscheuren. Het had iets van politieke stabiliteit en iets van een harmoniemodel moeten herstellen. En door ideologische en persoonlijke tegenstellingen is daar jammer genoeg toen niets van terechtgekomen. Eeuwig zonde, want waarden als respect, solidariteit en duurzaamheid die in het regeerakkoord van het vierde kabinet Balkenende stonden, kunnen we ook nu nog goed gebruiken. Max van Wezel, dames en heren. We gaan terug in de tijd. Dan ga ik natuurlijk bij u even beginnen. Want u was niet de eerste informateur. Dat was Rijn-Jan Hoekstra. Dat is voor de Binnenhofwatchers een grootheid. Die was al raadsheer bij Lubbers. Raad van State, nou ja, een bekende grote meneer daar. Waarom werd u eigenlijk niet als eerste meteen gevraagd? Nou, dus ik weet dat ook niet. Hè. Dus wij, mevrouw en ik, we woonden toen in Washington. Werkte voor de Wereldbank toen? Ik heb die eerste fase eigenlijk niet meegemaakt. Wat ik er later over gehoord heb, was dat er al van meet af aan sprake van was dat ze mij zouden terugroepen uit Washington om in die formatie een rol te spelen. Maar de koningin heeft mij later verteld dat zij dacht, laten we eerst maar eens goed uitsorteren wat er wel en niet aan primaire mogelijkheden voorhanden is. En dan is hij misschien wel de geschikte man om met die jongens dat te gaan doen. En zo is dat gegaan. U bent goed met de koningin, begrijp ik? Ik kwam er wel eens als SER-voorzitter. En wij konden wel op een hele prettige manier over dingen van gedachten wisselen. Okay. Ja. Als je dan daarvoor gevraagd wordt, je kan ook zeggen dat je andere mensen dan wordt gevraagd, God, als we je zouden vragen, een soort polsen, hoe zou je het gaan aanpakken? Of is het gewoon, wij willen u en we horen TCT wel hoe u het gaat doen? Nee, wij werden op een zaterdagochtend om 7:30 of zoiets wakker gebeld. En ik kreeg de kabinetchef van de koningin aan de telefoon. En die vertelde mij dat ik was uitgenodigd om formatiefase te gaan doen. En ik zei toen, ik word net wakker. En misschien mag ik er even over nadenken en ook even overleggen. En dat was geloof ik toch een antwoord wat niet de bedoeling past. maar ik heb het wel gedaan. En enkele uren later, na echt wakker geworden te zijn en nog eens even overleg te hebben, heb ik gezegd, als jullie denken daar in Nederland dat ik terug moet komen uit Washington om dat te doen, dan pak ik het vliegtuig en dan ben ik er. Want de importantie van zo'n vraag is zo groot, daar kan je letterlijk geen nee tegen zeggen. Dat is, als het land een beroep op je doet, in die zin, dan is dat heel lastig om daar nee op te zeggen. Okay. Ik wil direct natuurlijk heel graag van u horen wat uw plan van aanpak, hoe u dat gedaan heeft. Ik wil even bij u weten, dat proces toen, want het is een belangrijk verschil even, dat toen nog de koningin een belangrijke rol hierin speelt, dus ook de aanstelling van zo'n informateur. Waren jullie daar op een of andere manier in gekend, of mochten jullie daar zelf ook namen noemen, of moesten jullie gewoon ook wachten op de verrassing, in dit geval Herman Wijfels? Ik zou bijna zeggen, daar kan ik geen mededeling over doen. Maar het is omgekeerd. Dat klinkt altijd een beetje gek. Niet dat de koningin doet wat wij zeggen. Maar zeker, dat geldt al vanaf het begin van het informatieproces. Hè. Als alle fractievoorzitters
destijds naar het staatshoofd gingen met hetzelfde advies. Deze clubs moeten gaan worden of deze moet het voortouw nemen of dit moet de informateur worden. Dan heeft het staatshoofd nul ruimte. Er wordt altijd gezeurd over de macht van het staatshoofd in het oude systeem. Maar de koningin had net zoveel macht als de fractieleiders haar gaven. En dat is bij ministers niet anders. In die tweede fase, op het moment dat was gezegd van nou, laat Rijn-Jan Hoekstra gaan verkennen of CDA, PvdA, ChristenUnie het eens kunnen worden. Dat was overigens nadat Jan Marijnissen met 25 zetels had afgehaakt en Femke Halsema, mag ik hier wel zeggen, de strategische inschatting had gemaakt, want die hadden één zetel meer dan wij. Wij waren van 3 naar 6 gegaan. Het is altijd leuk om van een verdubbeling te kunnen spreken, maar nog steeds een kleine fractie natuurlijk, maar met 6 zetels. Femke had er 7 gehaald. En Femke heeft letterlijk toen gezegd van, wij zijn nu nog niet aan de beurt. Dat was een betekenisvol zinnetje. En die had dus de afweging die Jesse Klaver zich nu niet kan permitteren. Ja. Van als het met, natuurlijk lukt het met de ChristenUnie niet. En dan hebben wij een ijzersterke positie, want een andere mogelijkheid was er niet meer. Het kon niet meer met de VVD, dus het moest over links. Alleen het lukte wel met de ChristenUnie en... dat is misschien ook wel een reden dat ze nu eindelijk wel eens een keer graag willen regeren. Dat zou kunnen. Dus ze heeft daar over zichzelf buiten op haar hart in haar boek. Wij hebben dus met z'n drieën de naam van de informateur genoemd. Ah. Dus u dacht dat u goed bij de koningin lag, maar het is wel voor zichzelf geweest. Ook, nee, maar de koningin was direct heen. Ze zei, goed plan jongen, dat gaan we doen. Maar zo gaat het dan. Hè, als vanuit de drie partijen, wij zijn toen bij elkaar gaan zitten met Rijn-Jan Hoekstra. Dan zeiden ze van, wie gaat het inhoudelijk verhaal doen? En dat is ook wel aardig, dat is ook niet helemaal nieuw. Maar de naam Van Wijfels kwam bij Wouter en bij mij vandaan. In het besef van, eerst was er gesproken, moet er ook een PvdA-informateur, de discussie die we nu hebben met GroenLinks. Ik ben het erover eens dat het nu een goed plan zou zijn. Alleen ik was toen eigenwijs genoeg om te zeggen van, ik vind 3 informateurs vind ik bezopen. Maar als er een CDA en een PvdA-informateur komen, dan wil ik graag ook wel eentje. Want wij doen dit voor het eerst. En dan wil ik wel een ChristenUnie-informateur, maar ik vind het een idioot plan. Toen hebben we gezegd van, nou dan wordt er 1. En als het dan toch een CDA moet worden, dan willen we Herman. Kijk aan. En zo is het gegaan. Zo is het gegaan. ik wil graag even de eerste foto even zien. Volgens mij kijk even, we hebben namelijk een mooie... Hier zijn jullie buiten. Ik wil even naar de volgende. Dan zitten ze aan de tafel. Deze. Ja. Ziet het zijn nog analoge foto's, dames en heren. Dit is Lars Wolt. Belangrijk even. Kijk, dit gaat natuurlijk niet alleen over verkiezingsprogramma's. Dit gaat over een heleboel. Mensen hebben een geschiedenis met elkaar. Het gaat over persoonlijke relaties. Het gaat over timing. U had te maken met de twee grote partijen die een verslechterde relatie hadden. Max noemde het al in zijn column. Dus je hebt Jan-Peter Balkenende en Wouter Bos. Als informateur, hoe ga je daarmee om voordat je aan die grote onderhandelingstafel komt? Hoe ga je die kou uit de lucht halen? Nou ja, dus, ik heb overigens nog, toen ik in Washington was, met elk van de 3 fractieleiders gebeld. Van, willen jullie mij echt? Dat vond ik ook nogal een punt. Maar goed, dus dat was zo. En toen ben ik ergens enkele dagen, rond 20 december, teruggevlogen uit Washington. En toen heb ik mij geïnformeerd. Hè. Dus ik heb bijvoorbeeld aan de mensen van Algemene Zaken die mij zouden begeleiden gevraagd. Hoe gaat dat eigenlijk, zo'n kabinetsformatie? Ik had dat nog nooit meegemaakt. Dus werd gezegd, kijk, meestal is het zo, wij maken een inventarisatie van wat er in die verkiezingsprogramma staat. En dan maken we een lijstje van dingen die min of meer hetzelfde zijn. En we maken een lijstje van dingen waar verschillen over zijn. Nou, uiteindelijk gaat het erom dat je die verschillen moet zien te overbruggen. En vaak is dat eigenlijk wat de insteek van een formatie is. En ik had me inmiddels dus ook laten informeren over wat er tijdens die verkiezingscampagne allemaal was gebeurd. En dat... toch, laten we zeggen, flinke persoonlijke problemen gerezen waren. En ik dacht toen, nou ja, het laatste wat ik moet doen, dat is over die verschillen beginnen. Dus dat was 1 ding. Een tweede was, dat en dat is ook wel, denk ik, een fenomeen dat algemeen is, dat een volgende formatie eigenlijk ook een soort antithese is van een vorige formatie. Dus in 2003 was er een poging geweest om CDA en PvdA bij elkaar te brengen. En dat was mislukt. En een van de redenen merkte ik in mijn gesprekken, bilaterale gesprekken met de twee hoofdpersonen van toen, dat in die hoek daar op het Binnenhof, daar, ze vergaderen dan in de Eerste Kamer, hè, en dan komen ze beneden en dan staat die vol met journalisten.
En dan is natuurlijk onmiddellijk de vraag, ja, wat is er gebeurd enzovoorts. En ja, men is heel terughoudend dan om daar iets te zeggen. Maar ook geef je maar een flintere informatie, dan gaan ze daarmee aan de haal. En dan staat er van alles in de krant. En dan wordt er vervolgens ook nog weer vanuit een fractie die vervolgens geïnformeerd is, gelekt op een of andere manier. Dus je dacht, hoe vinden we een plek waar geen journalisten staan? Ja, en die mannen die zeiden mij, kijk, we hebben toen in die formatie iedere keer als we dan weer bij elkaar kwamen, eerst een uur of anderhalf uur nodig gehad om de misverstanden die in de pers waren verschenen recht te zetten. Nee, want dat hadden we zo niet bedoeld, dat hebben we ook helemaal niet gezegd. Dus Balkenende en Bos, die wilden onder geen beding daar dezelfde situatie aantreffen. Dus toen zijn we gaan nadenken over, ja, wat doen we dan? Zo zijn we tot de conclusie gekomen, nou, dan moeten we zo ver mogelijk bij Den Haag vandaan. Hè? En dat is uiteindelijk Lauswold geworden, daar in het noorden van Friesland. In termen van, ja, hoe steken we daar van wal, hè? Heb ik gedacht. Nou ja, de beste manier om een begin te maken en niet over die oppervlakte naar onderhandelingen te gaan, maar eens even te proeven zo meer op fundamenteel niveau van wat willen jullie nou eigenlijk met het land? Daar heb ik een paar rondjes over gevraagd. Hè? Zo, laat ik nou ieder voor zich, hè, ieder voor jullie persoonlijk eens uitleggen waarom jij hier zit om een kabinet te formeren en wat je daarmee wil. Hè? Niet alleen maar in termen van onderhandelen, maar gewoon als mens, politicus, wat wil je? En ik had ook nog bedacht dat het dan verstandig zou zijn om de koppeltjes niet naast elkaar te zetten. Dus je zag nou net op die foto. Doe nog één keer de foto voor. Dus dat links van mij zit Balken en rechts Bos. En dan, je kunt het niet helemaal zien. Maar dus naast Balkenende zat dus niet Verhagen. Ik denk dat het Arie Slob was. En dan dus, Jacques Tichelaar nog. Dus even de mensen aanspreken. Hè? Wat wil je nou eigenlijk met dit land? En Wouter, dus Wouter zit links van mijn droppelt, zeg maar. Ja, en dat was een soort verkorte U-curve, zou je kunnen zeggen. En wat daaruit kwam, eigenlijk ook niet zo verrassend. Want het waren alle drie, hè, de fractieleiders, en vuurjongens. Ja. Dat eigenlijk grote gelijkenis vertoont. Dat die mannen. Schrokken ze er zelf van? We blijken toch veel meer gezamenlijk te hebben? Nee, tegendeel. In het begin gaf het ook nog aanleiding tot aardige grappen. Ik denk dat het de eerste bespreking met Herman was. Dat toen ze zeiden, dat was zo tegen de kerst in december. Zeiden, nou, dan gaan we in januari beginnen. En dan zou dan die plek gezocht worden. Maar kijk, Jan-Peter zat nog heel sterk bij zijn kabinet met de VVD. Hè. Dat was misschien wel een van de grootste obstakels in het begin om hem die slag te laten maken naar. Hij vond de ChristenUnie al links. Hè. Wij noemden het altijd christensociaal, het CDA noemde het altijd links. Joop Wijnen had mij toen rode rouwvoet genoemd, hè. Dat vond hij hartstikke leuk. En noemde ik hem rode wijn, dan stuurde ik hem een fles rode wijn. Dat vond hij dan weer erg geestig. Maar in plaats van, naast de ChristenUnie kwam in ieder geval eerst de PvdA. En er was natuurlijk inderdaad heel veel gebeurd in die campagne. Maar ik herinner me die eerste bijeenkomst met Herman, toen we hadden die afspraak gemaakt. En toen zaten we toch nog een beetje zo ongemakkelijk volgens mij van ons uit. Nou, hoe gaan we dat aanpakken? En om een van de redenen wisten Wouter en ik van elkaar dat we allebei ook nog eens een paar akkoorden gitaar spelen. En Wouter zegt in één keer, kom André, neem jij ook je gitaar mee? Dat lijkt me gezellig. Jan-Peter, speel jij ook gitaar? Een bonte avond een beetje refererend aan antirevolutionaire jongeren. Maar wacht, ik probeer het beeld even. Jullie hebben daar dus met z'n drieën gitaar zitten spelen? Nee, hij is nooit echt meegegaan. Oké, dat is niet oké. Okay. Samen met Wouter bij een kabinetdineetje in het Katshuis, maar daar kan ik verder geen mededeling over doen. Maar er zijn beelden. Dus waar het mij om ging, dat was een setting en een sfeer creëren. Waarin de tegenstellingen gaandeweg zouden wegvloeien. En dat is geloof ik aardig De betekenis van, dus overigens mag ik zo bevestigen, als je dat boek pakt. In 1977 werden de mensen van de PvdA gierend gek van het optreden van Dries van Acht. Ja. Dan hadden ze goede gesprekken gehad en dan kwamen ze naar buiten de pers. En dan waren ze verbijsterd over wat hij daar zei, want de onderhandeling ging buiten door. Maar u maakte de opmerking, u had de veronderstelling of de aanname dat u zei dat die tegenstellingen eruit zouden vloeien. Maar dat uitvloeien, dat komt mij toch over van... Nee, dat zeg ik niet. Nee, die persoonlijke gevoeligheden en de scherpte die er was... Dus laat ik het op een andere manier formuleren. En dat is volgens mij ook voor deze formatie echt van belang.
dat je ruimte neemt en tijd om uit de verkiezingsstrijdmodus te komen. Juist. En dat je de mensen aan die tafel krijgt in een bestuursmodus voor het land. En dus ook een zekere afstand neemt van hun specifieke partijposities en belangen. Dat is wat je in die eerste fase naar mijn idee moet doen. Om vervolgens, ik ben een boer zeg maar, dus die gaat eerst ploegen en vervolgens eggen. En dan pas zaaien, hè. Dat is een beetje de is volgorde. Is de goede volgorde? Ja, dat is de goede volgorde. Ja, mag ik een stadsman? Daar ben ik echt heel zeker van. Mag ik één relativering aanbrengen over de verhoudingen binnen het kabinet? Hè? Want dat viel me ook wel op in jouw column net. Kijk, iedereen weet wel dat Jan-Peter en Wouter niet de grootste politieke vrienden waren. En dat zat, vanuit de campagne zat daar heel veel zeer en daar hebben ze ook al over gesproken. En ik maak het allemaal niet romantisch dan het is, maar ik vind wel dat de verhoudingen tussen die twee te vaak in beeld bepalend worden gemaakt voor de duur van het kabinet. Soms ontstaat het beeld dat het kabinet is ondergegaan, want Balkenende en Bos waren voortdurend in de treffenzaal met elkaar aan het vechten. En dat is natuurlijk niet de waarheid. Ik bedoel, we hebben daar gezeten en er zijn heel veel dingen wel gebeurd. En natuurlijk waren het twee totaal verschillende types die ook verschillend met hun hart in de politiek stonden. Maar er is ook heel veel in een grote harmonie in dat kabinet gebeurd. Zeker. Alleen het ging uiteindelijk wel fout op karakters en politieke opvattingen rondom Oerdesdam en heel veel meer dan dat. Maar ze hadden hun loopjongens op het Binnenhof en in Nielspoort. Die permanent, de namen zijn wel bekend. Je had Jack de Vries en Jeroen de Graaf van het CDA. Maar PvdA had ook zo zijn spindokters. En die waren permanent bezig met, Jan-Peter doet wel alsof het zijn besluit was. Maar Wouter heeft het bedacht hoor. En langs die omweg werd de sfeer wel degelijk verpest. Dat klopt wel. Ja, dat wat ook natuurlijk wel belangrijk is, even, jullie zaten daar en er waren heel veel opties waren al afgeschreven. We hebben het net eerder gehad dus over Femke Halsema, die dat overigens buitengewoon kritisch ook naar zichzelf in haar eigen boek Plus opschrijft. Ja. Maar een andere partij die ook was gevraagd, was de SP. Mm-hmm. En daar is toch wel wat wonderlijks aan de hand. Die zijn op een gegeven moment gebeld, ik weet niet hoe jullie het zien, ook onder andere door Wouter Bos. En toen was of de verbinding heel slecht, of het bereik heel slecht, of iets anders. Heeft heel lang niet gereageerd op de verzoeken om te komen praten en heeft naar de hand ook zelf toegegeven dat hij daar ook weinig baat bij had. Toch wel op zich curieus, toch? Ja, kijk, het klinkt wel heel arrogant. Ik zei net van op de verkiezingsavond werd duidelijk dat wij verdubbelden van 3 naar 6 zetels. En ik herinner me dat ik op de verkiezingsavond, ik heb toen ook contacten gehad met diegene, want dat gebeurt nou eenmaal zo. Als die uitslagen bekend worden, gaat iedereen met iedereen bellen. En ik weet nog dat ik heb gezegd op vraag van journalisten toen, dat er eigenlijk maar één echte optie was. En dat was CDA, PvdA, ChristenUnie. Dat was niet omdat ik in een overdreven euforische toestand was. Maar omdat, en dat kon iedereen gewoon zelf ook bedenken, één ding wist je heel erg zeker. Jan-Peter gaat met zijn CDA niet in een kabinet zitten met 2 linkse partijen, waarin die in het kabinet altijd de minderheid heeft. Dus zowel de SP met 25, maar ook Femke Halsema met 7, kwam voor Jan-Peter niet in aanmerking. Dat wist ik vrij zeker. En zo is het ook gegaan. Alleen, dat moest nog wel afgewandeld worden. En of nou Jan Marijnis heeft afgehaakt, of dat hij netjes buiten de deur is gezet door het CDA, dat weet ik niet. Daar was ik niet bij. Misschien is het allebei waar. Maar ik wist wel vrij zeker dat ze bij de ChristenUnie zouden uitkomen, ja. En nu? En nu? En nu? Nou, nu? Gewoon nu kijken naar Binnenhof? Hoe zeker weet u dat ze weer bij de ChristenUnie uitkomen? Nee, niet. Nee, ik niet. Ik vind, wat ik net zei, omdat GroenLinks echt niet alleen de morele plicht heeft, maar ook gewoon, als ze willen bereiken wat ze willen bereiken met 14 zetels, dan moet ze het nu ook echt gaan doen. En wat ik al eerder aangaf, als je dan ook nog een keer realiseert dat het soms te makkelijk wordt aangenomen van, als de ChristenUnie nu straks aanschuift, dan moeten we natuurlijk wel even dat vuiltje voltooid leven met D66 regelen. Maar dan verder is het appeltje eitje. Dat is natuurlijk niet zo. Want dan komen diezelfde thema's in misschien wat gemildere vorm wel op tafel van asielbeleid, van inkomensverschillen en zeker van duurzaamheid. En dit komt er met D66 nog een keer bovenop, de immateriële thema's. Dus het is met zegens denk ik ingewikkelder dan met Klaver. Als dit mislukt, dan vind ik een minderheidskabinet een echt hele serieuze optie. Waarom zegt u dat? Nou ja, dat gaat terug op iets wat ik helemaal in het begin ook heb even genoemd. Kijk, als je in een minderheidskabinet bent, dan moet je eigenlijk, laten we zeggen, in een dualistische verhouding met de Kamer opereren. Ja. Dan is het niet zo dat je op basis van een dichtgetimmerd regeerakkoord
met een bepaald deel van de Kamer het altijd eens bent en dus eigenlijk altijd zeker bent van de stemmen. Maar dan moet je voor verschillende onderwerpen, dan is het met een linkse meerderheid en dan is het met een rechtse meerderheid. En als je een drie partijen middenkabinet zou formeren, dan heb je een serieuze basis, maar niet een, een vastgestelde, vooraf zekere meerderheid. En dan kun je ook in een open bestuurstijl en zonder een dicht getimmerd regeerakkoord, kun je aan de slag. En ik denk dat dat in deze fase van de ontwikkeling van ons land helemaal niet zo'n slechte optie zou zijn. Het is wel een optie die, door een aantal partijen hard worden afgewezen. Max? Ik denk dat er nog een derde fase tussenkomt voordat we bij dat minderheidskabinet landen. Ja. Fase 1 zal GroenLinks zijn. Fase 2, als dit mislukt, maar dat denk ik, ChristenUnie. Ik denk dat André Groot gelijk heeft als hij zegt, misschien is het met Gert-Jan Segers wel moeilijker onderhandelen dan met Jesse Klaver op een aantal punten. Hij is goed hoor. Hij is goed, hè? En heel christelijk. Ga door, Max. Missionaris geweest in Egypte. 7 jaar, geloof ik, hè? Ja, 7 jaar. Nee, kijk, ik denk dat er daarna misschien nog wel een fase met de PvdA komt. Dat klinkt heel idioot, maar ook dat is een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Zelfs met een PvdA met maar 9 zetels. Nou, op dit moment zou dat natuurlijk Mjorre zijn, want heel Nederland zou roepen, en zeker de parlementaire pers zou roepen, wat een arrogante kwallen, 9 zetels in de Kamer en dan nog willen regeren. Maar als het tegen september, oktober loopt, zou dat ook nog steeds een optie zijn. En ik denk dat Lodewijk Asscher en Jeroen Dijsselbloem daar geen nee tegen zeggen. En het zou natuurlijk een geweldige stunt zijn als dan Asscher het voor elkaar zou krijgen om Diederik Samson dan die minister van Energie die te worden. Die wordt klimaat, wordt economische zaken, wel energie, transitie. Die wordt fijn. Maar misschien even nog over het minderheidskabinet. Ik denk ook al een tijdje dat dat een vergeten optie is. We zijn er niet zo op uit, meestal een minderheidskabinet, want we vinden het aan onze politieke stand verplicht zijn om naar een meerderheidscoalitie te streven. Ik las een deze dagen volgens mij vond ik wel een mooi artikel van Kars Veling, die vroeger bij ProDemos heeft gezeten, het Huis voor Democratie en zo. Die zei ook als er een meerderheidscoalitie komt, dan zou die de mentaliteit van een minderheidskabinet moeten hebben. Van blijf op zoek naar, dat sluit een beetje aan wat Herman zei, blijf op zoek naar een breder draagvlak dan alleen drie partijen, want de nood der tijden is ernaar. Ik vond dat mooi. Tegelijkertijd denk ik dat het ook een zekere naïviteit in zich heeft. Als je 4 partijen hebt die het aan eens worden met een wankel evenwicht, of het nou met de ChristenUnie is, met GroenLinks, dan wil je dus alles vastgespijkerd hebben, want je wil jouw punten zeker binnen hebben. En je wil voorkomen dat anderen gaan shoppen bij andere partijen. Dus de kans erop neemt wel af. Maar het verschil tussen een minderheidscoalitie en een kabinet met de ChristenUnie, bijvoorbeeld, is maar 1 zetel, zowel in Tweede Kamer als in Eerste Kamer. En het is, de belangen van de ChristenUnie met behoud van 5 zetels zijn ook niet zo groot dat je daarvoor wil committeren aan een heel breed pakket. Althans, dat denk ik. Hè. Dus daar zal heel veel discussie overheen gaan. En natuurlijk. U beschrijft eigenlijk dat het voor de ChristenUnie misschien wel aantrekkelijk is om te gedogen. Dan, op bepaalde punten dan deel te nemen aan dit kabinet? Ik heb geleerd om dat te zeggen, dat heeft u mij niet horen zeggen. Maar dat geloof ik ook niet. Nee, ik ben niet van het structureel gedogen. Maar ik denk dat zowel D66 in de afgelopen periode, maar ook de ChristenUnie in de afgelopen jaren hebben laten zien dat je dus door een constructieve houding als de nood der tijden naar vraagt, heel veel kunt binnenhalen, een kabinet in staat kunt stellen om beslissingen te nemen, af en toe er ook nog iets voor terugkrijgt. Dus je kunt ook dingen realiseren in deze tijd, met zo'n versnipperd parlement, zonder formele verantwoordelijkheid voor het totale pakket te dragen, dat het nog wel eens een hele aantrekkelijke optie zou kunnen zijn. De grote vraag is of Buma en Pechtold het aandurven om in een minderheidskabinet te gaan zitten. Want die krijgen dan van alle kanten aan om hun oren. En dat is electoraal natuurlijk niet aantrekkelijk voor over 4 jaar of zoveel eerder als nodig is. Als we nu terugkijken, Max van Wezel had ook een kritische noot even over het regeerakkoord en dat het ook uiteindelijk op sommige punten niet geworden is wat zijn oog toch ook veelbelovend was. Als u nu terugkijkt naar uw informateurfunctie, heeft u dan ergens spijt van? Had u dingen anders willen doen, kijkend naar hoe het kabinet uiteindelijk op de rit kwam? Ik heb daar de zaak proberen aan te pakken door, laat maar zeggen, de houding waarin men aan tafel zat,
vanuit de verkiezingsstrijd om te turnen naar we gaan het land besturen. Een context proberen te maken waarin er constructief zou worden gesproken. Dus laat ik hier één duidelijke bekentenis ook doen. Ik dacht, kijk, na die eerste sessie daar in Loos-Wold moet er optimisme naar buiten. Moeten we naar buiten met iets wat eigenlijk het land niet verwacht. Optimisme. En vervolgens zijn de heren ook een beetje de gevangenen van het optimisme. Want dan moet je het ook waarmaken. Dat heb ik proberen te handhaven door het proces heen. En ik heb ook wel gezien dat sommige mensen vonden dat ik daar directiever in had kunnen opereren. Dat is ook een stijl die we moeten hebben. Ik ben daar terughoudend in geweest en ik wil best in alle eerlijkheid zeggen waarom. Kijk, ik was niet de favoriete formateur van mijn eigen partij. Dus ik zat daar met, laten we zeggen, eigenlijk argwaan. Want ik was dus voorgesteld door André en Wouter. Ik zat daar dus met een soort handicap aan tafel dat als ik met voorstellen kwam, dat eerder het proces zou kunnen moeilijken dan versoepelen. Maar vecht u nou achteraf dat ze dan daarmee met die handicap de verkeerde gekast hebben als informateur? Nee, dat zeg ik niet, want het is wel gelukt. Nee, maar laat ik het zo zeggen. U lijkt mij ook een persoon die weinig moeite heeft met een directieve leiderschapsstijl. Nee, dus een van de dingen die ik in mijn bestuurlijke carrière heb geleerd is dat je situationeel moet handelen. En er zijn situaties die vragen om heel directief zeggen, jongens, en nou gaan we het zo doen, ja. Die kant op. En er zijn situaties waarin je, laat ik maar zeggen, eigenlijk meer de context creëert. Ik heb geloof ik ook wel eens het woord fuik in dit verband genoemd. Je begint heel breed en gaandeweg neem je de mensen mee verder in die fuik en uiteindelijk kunnen ze niet meer terug. Nou, dat is tot op zekere hoogte in dit proces is dat gebeurd. Als je die rouw voor nu denken, waar schenkt die trechter ook weer? Nee, ik had helemaal nog gauw door. Ja? Maar nog één zin. En dus op enig moment ontstonden er wel situaties dat ik tegen die jongens moest zeggen, ja, kijk jongens, het is jullie akkoord of niet? Dus het is jullie verantwoordelijkheid primair. En ik heb ook wel bilateraaltjes enzovoorts een beetje zitten kneden en masseren en suggesties gedaan enzovoort. Maar aan die tafel was ik redelijk, laat ik maar zeggen, open in termen van, jongens, het is aan jullie hè? Ja. En niet aan mij. Ik viel me trouwens ook op, natuurlijk tafel met, iedereen had iemand meegenomen, dus dat is 3+3, zijn we al 6, zit u nog, allemaal witte mannen. Ja. Had het uitgemaakt als daar gewoon een x-aantal ook vrouwen bij gezeten? Heeft u een aantal vrouwen gemist aan tafel? Volgens mij wel, absoluut. Hè. Dus er is veel gesproken. Zeggen wij met een hier wit mannelijk panel, maar goed. Ja, ik wou dat zeggen. Toch schande dat hij daar. Er is in de tijd veel gesproken over die ovale tafel. Hè. Ja, want die had u meegenomen, hè? Die hebben wij voortdurend gebruikt. En de reden daarvoor is heel simpel, dat ik heb geleerd in de loop van de tijd dat aan zo'n tafel ontstaat een energieveld van de mensen die daar zitten. En als je een vierkante of een rechthoekige tafel hebt, dan kun je je ook verbergen. En dan staat er als het ware een lek in dat energieveld, als iemand zich verstopt. Ah. En ik wilde dus dat iedereen eigenlijk voortdurend voor iedereen zichtbaar was. En als in dat energieveld vrouwen hadden gezeten, dan had je een ander energieveld gekregen. En ik denk dat dat in die omstandigheden een positieve uitwerking gehad zou hebben. Zonder dat ik, kijk, laat ik zo zeggen, André was de meest feminine van het stel, laat ik het zo... Dankjewel, Herman. Zo zeg. Dit scheelt hem een voorbeeldje. Zeker, dat had uitgemaakt. Ja, nee, wat ik wel vrij zeker weet, want deze benadering van Herman, het was natuurlijk niet voor niets dat Wout en ik Herman hebben voorgesteld. Want er gingen natuurlijk ook andere namen die best een kabinetsformatie hadden kunnen leiden. Namelijk Ruud Lubbers en anderen die het ook al eerder hadden gedaan. Ik ben ervan overtuigd dat het met een andere informateur niet zou zijn gelukt. Omdat dan was je misschien heel eind gekomen,
met het aftikken van dossiers, zeg maar even. Hè. Ik denk dat we heel ver waren gekomen. En zonder daar denigerend over te doen, want in een andere kabinetsformatie kan dat misschien wel de aangewezen route zijn. Hè. Maar bijvoorbeeld Ruud Lubbers zou dat hebben gedaan. Die zou heel actief hebben meegedacht over inhoudelijke dossiers en overeenstemming. En dan leggen we dat is klaar. Het resultaat is dat je heel veel talige oplossingen kunt realiseren. We schrijven het op en dan zijn we het over eens. En de benadering van Hemman was inderdaad veel meer van, oké, we laten die verkiezingsprogramma's in de tassen. We weten al waar we over van mening verschillen, het niveau, de top van die driehoeken. We dalen af. Wat is nou volgens jullie de agenda waar als dit slaagt, laten we even aannemen, heel optimistisch dat het wel gaat slagen, waar jullie met z'n drieën verantwoordelijkheid voor willen dragen, van dat zijn de punten. En dan gaan we op zoek naar het gemeenschappelijke. En jij noemt dat een fuik, hè? Dat was inderdaad wel herkenbaar. Het begon wel inderdaad met optimisme. Ik herinner me nog dat we bij de uitgang van het koetshuis stonden, buiten al die pers, want die hadden ons binnen een halve dag gevonden. Dus dat werkte ook niet op dezelfde manier als we gedacht hadden. Maar dat stonden er allemaal wel. En ik herinner me dat we zeiden, kom op, lachen Jan-Peter, je kunt het. Hè? En naar buiten, en laat het zien. Maar doordat je begint van, maar wat zijn de gemeenschappelijke uitdagingen? En hé, daar vinden we alle drie wat van. En natuurlijk in verschillende invalshoeken. Bouw je wel door aan iets gemeenschappelijks. En Herman had de gewoonte om, als dat moeilijk werd, dan zei hij niet, dan verstoppen ermee. Maar dan zei, dat zetten we op de lat. Op een duur stonden er zoveel dingen op de lat, van daar moeten we het apart over hebben. Maar als je eerst die moeilijkheden gaat proberen uit te discussiëren, dan knalt het 2-3 keer en dan loopt het stuk. En nu was je, had je 60 iets makkelijke onderwerpen afgetikt. Ja, dan staan er nog wel 20 op de lat. Maar we kunnen het nou niet meer maken om er niet uit te komen. Ja, en dat heeft dus wel en dan weet je dat je voorbij het punt... Omdat je begint op het niveau van belangen en waarden en niet alleen standpunten. Ik wil, ik zeg tegen jullie vast in de zaal dat wij ook direct ons klaarmaken natuurlijk voor uw vragen. Dus als u een belanghebbende vraag hebt, bedenk hem vast, dan kom ik zo bij u. Want we gaan toch even nu, tot slot, even naar een aantal belanghebbende punten. De non-materiële zaken, denkt u natuurlijk aan levenseinde, de donorwet, et cetera. Daarvoor willen we een paar fragmenten, wil ik even met jullie laten zien. En ik wil tot slot ook even heel graag weten... Wat ik toch opmerk afgelopen week is even met Wilders. Die nadrukkelijk in één keer aangaf, ik wil met iedereen praten. Ook zijn opmerking dat hij niet met de Rutte zou gaan samenwerken. Die bleek ook binnen een mum van tijd van tafel te zijn. Schippers heeft daarna nog een extra gesprek met hem ingelast. Waardoor het hele proces überhaupt wat langer duurde. Daar wil ik jullie mening over hebben. Maar we beginnen eerst even, dan zeg ik even tegen de techniek, bij 18. De donor. Ja, dat is de donor. Voor het wetsvoorstel hebben 75 leden gestemd, daartegen 74. Daarmee is het wetsvoorstel aangenomen. Dan gaan we door over Pechtold bij het programma Nieuwsuur over voltooid leven. Dit is mijn persoonlijke mening dat ik vind dat in een beschaving denken over de dood iets is wat het individu aangaat. Je hebt niet gevraagd om op de wereld gezet te worden en als je vol verstand zegt... Het is genoeg. Dat is mijn persoonlijke mening. Maar ik merk, willen we het draagvlak, en er is nu groot draagvlak voor de eerste stap, voor hoogbejaarden. Willen we dat draagvlak houden en willen we de discussie niet, ja, ik zou bijna zeggen dood laten slaan, maar willen we die niet ontwrichten, dan zullen we het stapsgewijs. En daarom, 2002 was de euthanasiewet van ondraaglijk lijden. Wat mij betreft kan Pia Dijkstra nu door om de Kamer en de maatschappij te overtuigen van een volgende stap. In mijn woorden, ik neem het voor mijn privémening, van onze beschaving. Dan gaan we snel door naar Rutte, die in het Nederlands Dagblad, ongetwijfeld ook niet voor niets gekozen dit blad. Ja. Geen haast met de wet voltooid leven en daar geeft hij onder andere aan, met dit soort delicate kwesties, als je twijfel hebt, moet je niet dit soort veranderingen inbrengen. Dat is zijn motivatie waardoor hij zegt geen haast. En het laatste wat ik wil laten zien is een fragment van mevrouw Schippers, nu informateur. En dat... Ziet u het nog wel gebeuren de komende kabinetsperiode? Nou, ik vind dat we er alles aan moeten doen om ook daadwerkelijk onze idealen te realiseren. En wij vinden het belangrijk dat iedereen in Nederland die leidt aan het leven... En die ook een voltooid leven heeft, dus een leven achter de rug heeft, dat we die een waardige dood kunnen geven. Moet dat dan binnen of buiten het regeerakkoord? Binnen natuurlijk. Als je verkiezingen hebt, dan ga je met je programma de verkiezingen in en die probeer je in een regeerakkoord te realiseren. Meneer Rauwvoet, stelt zich voor dat de ChristenUnie wel binnenkort aan tafel zit. Bent u het eens met mevrouw Schippers, dit soort zaken wel of niet in een regeerakkoord? Nou, ik denk dat Segers inderdaad zal inzetten dat er gewoon een harde afspraak komt dat het de komende kabinetsperiode, zolang hij dan met zijn club de verantwoordelijkheid meedraagt,
dat het dus niet geregeld wordt en ook niet tot een vrije kwestie, want dat is dan vaak de optie. Hè? Maar als het een vrije kwestie is, dan moet je het als kabinet wel uitvoeren. Dus er gaat een medeverantwoordelijkheid. Dus hij zal eisen, verwacht ik, dat heeft hij ook al aangegeven, dat er afgesproken wordt dat het in die periode niet aan de orde zal komen. Dat is het. Dat is ook geen punt van onderhandeling, maar elkaar afgeregeld moeten. Dit is een van de voorbeelden, hè, wat dus niet alleen maar op het niveau van standpunten zit, maar echt op het niveau van waarden. Overigens wil ik gezegd hebben, ik ben het inhoudelijk volstrekt niet eens met de benadering van D66, maar ik heb met groot respect zitten kijken, want dat zal je maar gebeuren wat Alexander Pechtold daarover kwam. Hè. Daar kun je eigenlijk niet goed op reageren en binnen die omstandigheden dat vind ik dat heel kies. Ik moet even erbij zeggen, die jongen die zag je ook, die hij aankeek, die was in dat programma, vertelde hij live, volgens mij was hij nu 50, hè, die man, dat hij helemaal klaar was met het leven, dat wist Pechtold niet, dus die moest eigenlijk op dat hele zware thema met iemand met een doodswens. Ongelooflijk lastig, en dat doet hij dan, goed, hij gebruikt woorden van, ik zeg van, hè, dat er ontstaat naar de hand debat over. En de eerste reactie van onder andere van de ChristenUnie was ook vrij scherp volgens mij. En vervolgens hebben ze daar een heel respectvol debat met elkaar over gehad. Maar het zou je maar gebeuren dat je daarmee geconfronteerd wordt live op televisie. Hè? Dus dat, maar even meneer Ram, dat is even helder, want het is wel belangrijk om even dat te markeren. Ja. U zegt eigenlijk, dit zijn de zaken die moet je dus niet naar achter duwen in een formatieperiode. Dit moet je van tevoren als ChristenUnie weten. Hier gaan we niet over onderhandelen. Dit gaan we geen vrije kwestie maken. Wij willen voordat we gaan praten weten of hier dus gewoon niets aan gebeurt. Dat is wat ik denk dat zeker, omdat die... mijn club is nooit een partij van breekpunten geweest. We gaan allemaal dingen op sommige dingen. Maar wel scherpe inzet op dingen die wij belangrijk vinden of juist belangrijk vinden om niet te doen. En Steger zelf heeft aangegeven van, het is voor mij, ik kan dat niet dragen in een kabinet te zitten als dit een onderwerp is wat in die periode geregeld kan gaan worden. Of het nou vrije kwesties of in een regeerakkoord. Dus ik verwacht dat hij zal eisen dat gewoon opgeschreven wordt. Daar gaan we de komende jaren ons niet onze vingers aan branden. Meneer Wijvels, stelt u nou voor dat de nieuwe informateur u zo direct belt en die vraagt om een tip. Zou u kunnen zeggen, ja, maar dit is kansloos, hier hoef je niet over te gaan praten, dit is duidelijk wat de ChristenUnie wil, of zeg je, hier is misschien toch nog een goed gesprek over te voeren? Nou ja, ik denk dat in een kabinet waar de ChristenUnie aan zou moeten deelnemen, dat dit niet oplosbaar is. Okay. Tenzij je besluit om er helemaal niks over te zeggen. Dat is denkbaar. Maar meneer Rauwvoet, vindt dat een nul optie, geloof ik? Nee, maar als dan wordt uitgesproken dat het is een vrije kwestie is, dat zal voor zegers niet voldoende zijn, denk ik. Goed. Nee. Dan wil ik tot slot even, je hebt het allemaal aantekeningen gemaakt. Moet je iets daar belanghebbers van meedelen? Nou, ik zit te kijken of er nieuws uit deze avond is gekomen. En? Nou, ik vind het nu net eigenlijk. Ja, hè? Ja, wat André Rauwvoet nu zegt, wat hij denkt dat Gert-Jan Segers... Ik ben een buitenstaander, hè? Wil je nog wat nieuws erbij? Let op. Meneer Rauwvoet, bent u beschikbaar voor een ministerspos? Oh, die vraag. Dat is niet aan de orde. Ja. Dat is beschikbaar, dat is beschikbaar. Nou, ik wil even... Nou, of niet? Nou, nee, ik zou zeggen van niet. Ik zou zeggen, begin er niet aan. Ik heb mijn tijd gehad. Ik heb mijn pak gedragen. Ik heb een hele mooie functie elders. En er zijn hele capabele mensen. Ik kan er wel een paar tippen. Ik zou het veel dichter bij huis zoeken als ik Gert-Jan Segers was. U heeft ook iemand op het oog, als ik u zo of niet? Ja, als je bijvoorbeeld naar de huidige fractie kijkt. Carola Schouten, die is betrokken geweest bij alle onderhandelingen met Arie Slob samen. Zij is een financieel expert bij uitstek. Ze kan precies de positieve energie aan het ovaal of niet meebrengen die helemaal gemist heeft bij ons. En dat optimisme ook. Zij is de enige vrouw in het lijstje financiële experts die de afgelopen jaren dit kabinet, de kabinet Rutte 2 geschraagd heeft. En ze verdient veel respect voor de manier waarop ze dat gedaan heeft. Ik zou haar zo het kabinet inschuiven. Tweede aantekening even maken. Ja, Carola Schouten. Minister van Economische Zaken. Financiën. Goed. Financiën. Ik wil nu even, tot slot even. Het was natuurlijk een spannende campagne. Ik heb zelf toch erg het vermoeden dat meneer Trump op de achtergrond een grote rol gespeeld heeft. Toen hij verkozen werd, was ik toch echt in de veronderstelling, oei, 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 nu zullen misschien ook de PVV de grootste worden. Vervolgens bleek het in Amerika toch wat ingewikkelder te zijn, hoe je dan moet regeren en beleid maken. Ik denk dat hem uiteindelijk weer negatief gedaan heeft, Wilders. Hij is toch... Laten we dat nog even markeren. De tweede partij van Nederland. Hij had van tevoren ook een breekpunt, namelijk ik ga nooit in een kabinet met de VVD van Mark Rutte, had hij erbij gezegd. We kijken even naar een paar fragmenten van de heer Wilders en dan zeg ik dus even 10. Dan weten we daar hoe en wat. Wij zien geen mogelijkheid om tot samenwerking te komen. Kunt u hem niet nog een kans geven? Nee. Dit is echt definitief. Nou, als Geert Wilders nu ineens zegt ik ben zo opbouwend, dan zou ik zeggen bekijk even de beelden van de afgelopen 4 jaar.
Ik voel weinig ruimte, mag jij? Heel weinig. Ja, de ironie natuurlijk, Martijn, is dat dit de mensen waren die in 2010 het waagstuk hebben uitgehaald om met gedoogsteun van Wilders te gaan regeren. Dat waren Mark Rutte, Maxime Verhagen, maar de felste voorstander binnen het CDA was de huidige partijleider Sybrand Buma. En daarom is het ook zo persoonlijk. Ze hebben in hun eigen ogen hun nek uitgestoken voor Wilders destijds. Voelde zich echt persoonlijk bedrogen toen hij midden in de begrotingsbesprekingen wegliep uit het katshuis. En dus is het, hun nee is ook echt een nee. Wat wil Wilders? Ik begrijp natuurlijk dat hij zich wil laten wegsturen. Ik ben bereid constructief te zijn. Maar is er nog iets anders wat we niet zien en wat u misschien wel begrijpt, meneer Rauwvoet? Nou, eigenlijk bij alles wat er gebeurd is voor Wilders van belang. Ik bedoel, hij rekent er natuurlijk echt niet op te zeggen, nou vooruit Geert, we gaan nog eens een keer een avondje praten met elkaar. Die beelden van het katshuis bij Mark Rutte met zijn arm om Geert Wilders heen en Maxime Verhagen breed lachend, die komen echt niet meer terug en dat weet Geert ook. Alleen alles wat nu gezegd wordt, waar hij een net op krijgt, dat telt hij de komende jaren bij elkaar op en dat vertaalt zich uit. Ik zei van als er ook maar een kleine kans is dat de positie van Khadija Ariep als Kamervoorzitter ter discussie komt, dan gaat Martin Bosma gaat zich kandideren in het besef dat hij het niet wordt. Maar dat tellen ze gewoon op van zelfs dat gunnen ze ons niet. En we zijn de tweede partij van het land. Dat kunnen ze gebruiken de komende jaren in een volgende campagne. En ik denk echt niet dat Geert erop rekent dat ze nou alsnog een keertje met elkaar gaan proberen. Het feit dat hij... vijf jaar geleden was het op de avond van de verkiezing de AOW-standpunt loslaten. Nu is het na een week, ik word nooit vicepremier onder Rutte en nu wel. Hè. Wel begrijpelijk, maar het is deel van het positiespel. Goed, dames en heren, ik ga de zaal eens even in. Wie heeft er al meteen een vraag of een opmerking? Nee, dat is nog niet het geval. Nou, dan laat ik u nog even zitten. Want ik heb nog twee dingetjes met u door wil hebben. Wat aardig is, is een website van de Volkskrant. Die ga ik even aan jullie laten zien. Dan kom ik onmiddellijk naar u toe, meneer. Had ik die niet gezien? Nee, ik kom naar u toe. Goed dat u er bent. Zegt u even wie u bent en wat uw vraag is. Peter Buijs, ik heb een vraag over een dossier waarin alle stilte, alleen maar stilte overheerst. Maar toch een heel belangrijk voor ons alle voortbestaan, dat zijn de kernwapens. Volgende week beginnen de Verenigde Naties onderhandelingen over een verbod op kernwapens. Daar is ongeveer de hele wereld present die er allemaal voor gestemd heeft dit te gaan doen. Behalve de NATO en Rusland, dat er tegen zijn nog een paar in die hoek. Behalve Nederland. Nederland is daar aanwezig. Een kabinetsstandpunt gesteund door de minister-president. Dus VVD, PvdA, om ondanks het verbod van de NAVO toch dat te gaan doen. Dat geeft aan dat er in Nederland, ook onder invloed van debatten vorig jaar en vier moties die op dit punt zijn aangenomen. Voordat u hem helemaal doorwandelt, nu wil ik graag tot u naar de vraag toe, want de inleiding is duidelijk. Zeker. Dat dit punt, wat geheel dus niet aan de orde geweest is... Een verenigend punt zou kunnen worden, hoe raar dat ook klinkt, in relatie tot die duurzaamheid en de duurzaamheid van deze planeet, de schepping. Dus ik was benieuwd naar of daar ook op de bank een mening over is. Het was me niet op de hoogte dat dit zo actueel speelde. Is dit iets wat inderdaad relevant is en belanghebbend? Maakt mij niet direct iets... Ik weet er onvoldoende van om er echt een gefundeerde mening over te hebben. Ja. Nee. Ja. En daarna komt bij u. Deze meneer die ken ik, Maarten van der Meer. Dankjewel, meneer. Ik vroeg me af of het motorblok, of die nou zo sterk is, dat altijd bij elkaar blijft. In 2006 was ook gedoe tussen Rutte en tussen Bos en Balkenende. Zou dat nu ook kunnen opspelen bij Buma en bij Rutte? En zou dat niet ertoe kunnen leiden dat het CDA eruit valt? En dat bijvoorbeeld 76 zetels Partij voor de Dieren aanschuift? Juist, ik pak even het eerste gedeelte even. Ik valt mij eigenlijk ook op in de vraagstelling dat we het de motorblok als een soort vast gegeven zien en wie daar dan bij komt. Terechte vraag even, hoe stabiel is dit motorblok? Nou, dat is waar wat heel motorblok verstaat. Want meestal wordt nu gezegd dat motorblok zijn de drie partijen. Ja. En dus inclusief D66. Daar zitten inderdaad ook wel allerlei verschillen tussen. Er is wel een interessante parallel met 2003 overigens. Toen speelde iets dergelijks. Dat was de eerste keer dat ik kortstondig bij een kabinetsformatie betrokken was. Toen hadden we de val van kabinet Balkenende 1 gehad met de LPF. Hè, dat ongelukkige kabinetje van, 85 dagen. Toen moest er een nieuw kabinet komen zonder verkiezingen. Dus logisch werd er gezegd, nou, CDA en VVD gaan in elk geval door. Dat was toen het motorblok, want die zaten er al. En die konden ofwel met D66 ofwel met ChristenUnie plus SGP.
al of niet in een gedoogrol, maar zonder SGP was er geen meerderheid. Dus die kwam aan tafel. Wat we daarvan geleerd hebben, is dat het waren parallele onderhandelingen. En mijn eerste opmerking tegen Gert-Jan Segers was in ieder geval dat nooit. He, dus ja. Als je al een keer gaat praten, ga nooit meer parallele onderhandelingen. Je wordt permanent tegen elkaar uitgespeeld. En je heeft dan ook geen enkele informatie hoe die parallele onderhandelingen aan die andere kant gaan? Jawel, maar je moet elke informatie wantrouwen. Ja, want alles is spinnen, je krijgt voortdurend informatie, namelijk dat je eerste keuze van die bent of dat het heel goed valt bij die. Maar dat krijgt de andere partij ook. Dus dan moet je per definitie wantrouwen. Dus je moet het stap voor stap doen, want anders is het geen zuiver proces. Nu is het toch wat diffuser. Motorblok wordt nu gezien als de meest kansrijke partij om in het kabinet te gaan. Dat is een beetje raar. Daarom heb ik zo'n rothekel aan die term motorblok. Want het zijn drie partijen die met elkaar geen meerderheid hebben, die ook niet samen nu in het kabinet zitten, dus vanzelfsprekend doorgaan. Waarom is dat het motorblok? Eén ding weet je zeker, je moet in de eerste fase, moet de grootste fractie moet erbij zijn. En dan is het meest kansrijk om CDA en D66 er in ieder geval bij te trekken. Wil je überhaupt in de buurt van een meerderheid komen? Maar het is niet probleem. Nou, dit is een vraag om over te speculeren natuurlijk. Hè, maar ik heb hem al eens de vraag gesteld. Stel eens dat je uiteindelijk toch aanspoelt bij een minderheidskabinet. Dan ligt het eigenlijk, dan zijn er meer speelmogelijkheden. Eén zou kunnen zijn om de echte kern van het motorblok het laten doen. CDA, VVD, heb je het meest homogene kabinet. Maar de vraag is of die de souplesse kunnen opbrengen om met verschillende meerderheden te opereren. Andere variant zou zijn dat één van die twee eruit valt en samen gaan regeren met D66 en GroenLinks. Hè? Dus je kunt een kabinet hebben CDA, D66, GroenLinks, minderheid. Je kunt ook een kabinet hebben VVD. D66 GroenLinks, dan heb je nog eens 2 keer 33. Mooi, evenwichtig geheel. En dan kun je dus met verschillende meerderheden kun je beleid maken. Dan zit D66 in een speelpositie in dat geheel. En dat zou heel flexibel kunnen zijn. En dat zou ik me kunnen voorstellen. Maar nogmaals, allemaal scenario's die pas in een later scenario gaan plaatsen. Ja, nee. Ik ga naar die dingen. Nou, ga jij. Mijn naam is Maxime. Ik had een vraag die eigenlijk gaat over het proces. Het loopt al heel erg vooruit na de formatie. Dus wat we zagen bij het vorige kabinet, dat was geformeerd. En het ging over die inkomensafhankelijke zorgpremie. En de Telegraaf werd gemobiliseerd. Het ging helemaal weg. Waar ik heel erg benieuwd naar ben, wat is de rol die de VVD heeft met de Telegraaf? Dat is misschien wel heel concreet, maar in hoeverre worden media nog gemobiliseerd tijdens deze formatie, of misschien zelfs weken erna, om voorstellen nog volkomen te wijzigen? Ik ben benieuwd wat het panel daarvan vindt. Dank u wel. U heeft er iets over gezegd, nu wij. Lijkt me er even Max deze. Nou ja, dus in feite, hoe vaak in zo'n precair, schimmig, mysterieus, niet doorgrondelijk proces, hoe vaak word je gebruikt dan wel misbruikt om zo'n mogelijke coalitie een kant op te duwen? Nou, ik denk dat dat meer speelt voor de collega's van de Telegraaf dan voor mij, want mij vinden ze gewoon niet belangrijk genoeg om te gebruiken, denk ik. Er zijn altijd de Telegraaf, Frits Wester van RTL 4 en de NOS eigenlijk, altijd die drie. Toen met die zorgpremie was ontzettend intrigerend. Ik heb daar heel vaak met Frits Wester, die de primeur had, daarvan over gepraat. En ja, die vertelt altijd zonder de naam te noemen dat hij opeens een uitnodiging kreeg op een zondagmiddag voor een soort garden party in Den Haag op Wassenaar, waar hij normaal nooit uitnodigingen voor kreeg. En dat daar iemand uit de zorgverzekeringswereld. een soort tea party klinkt dit. Ja, hem daar dus aanklampte met morgen wordt het regeerakkoord van Rutte en Samson gepresenteerd. Maar maakt u het even concreet. Zegt u nou dat André Rauwvoort het lekker hier is? Nee, iemand uit de. Okay. Nee, dat kan Rogier van Boksel. Okay. Er waren er zoveel oud-politici in de zorgverzekeringswereld. En Hans Wiegel was ook een oud iemand uit de zorgverzekeringswereld. Dat was hem. Het heeft minder met de VVD dan met Hans Wiegel. Maar zij hebben dus, RTL heeft dus een hele gerichte tip gekregen van lees heel goed het regeerakkoord morgen op dat punt van die zorgpremie. Want daar is in ons wereldje de pleuris over uitgebroken. En vervolgens heeft de Telegraaf en Hans Wiegel het overgenomen. Was het gauw gedaan met die zorgpremie. Ik moet zeggen dat ik het zelf nog niet zo vaak heb meegemaakt dat je zo'n gerichte tip krijgt van
als je morgen op de, bij de presentatie van het regeerakkoord bent, let op pagina zoveel onderaan. Dan weet je hoe laat het is. Ja, dan weet je hoe laat het is. Ik wil met jullie even kijken. Deze geweldige website, ik zeg het even bij Van de Volkskrant. Daar kun je dus met een muisklik, en daar zit iemand die dat nu gaat doen, Maartje. Kunnen we dus een combinatie intikken en dan maakt het programma waar dus al die verkiezingsprogramma's in zijn, laat meteen zien wat dus positieve combinaties zijn. Nou, klik er maar eens even eentje aan. Dus laten we eerst maar beginnen met de huidige VVD, CDA, D66, GroenLinks. Kijk, dan zien we dus hier 85 zetels. Eerste Kamer hebben ze dus 39 van de 75 en dan drukken we op samenwerken. Druk er maar even op. Nou, dan zie je dus op groen is alles goed te doen, zou je kunnen zeggen. Maar VVD en GroenLinks, die klikken we aan en daar wordt het inderdaad ingewikkelder. Klaver wil heel graag regeren met Rutte en heeft bewezen dat hij met iedereen kan samenwerken. Maar ze hebben een totaal andere kijk op de gewenste inkomensverdeling en op immigratie en integratie. Het is wel verrassend dat GroenLinks CDA zo makkelijk op groen staat, eerlijk gezegd. Ja. Als ik kijk naar het debat dat we gevoerd hebben, ja, vind ik daar weinig reden voor. Ik dat ook af. Ja. Laten we dan de volgende erbij pakken. De VVD, CDA, D66, ChristenUnie. Ziet u, nou, dan telt hij op tot 76 zetels. 38 in de Eerste Kamer. En dan gaan we kijken hoe die samenwerking loopt. Dan zien we dus twee probleemsamenwerkingen, namelijk VVD en ChristenUnie. Laten we die meteen maar aanklikken. Moet lukken. De ChristenUnie was al trouw gedoogpartner in Rutte 2. De meeste onderhandelingstijd zal uitgaan naar de immateriële thema's. Euthanasie, de abortuspil, waar de VVD pas op de plaats zou moeten maken. Die conclusie zult u onderschrijven, toch, meneer Houtvoet, neem ik aan? Maar heel kort ervaring 2003, toen ik voor de eerste met de kabinetsformatie te maken kreeg. Mijn eerste gesprekken waren met Gerrit Salm en die zei letterlijk gewoon tegen mij over financiën moet je bij mij zijn, over de rest van je programma bij Erika Terpstra. En die gingen doorheen door het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie met drie viltstiften, markeerstiften, rood, groen en oranje. En ik ben toen bij haar wezen praten, ze had dat ons programma voor zich. Ik heb gezegd dat ik het ontzettend waardeerde dat ze mijn programma zo goed heeft gelezen. Ik zei er gewoon nog bij waar het Gerrit Salm dat voor de campagne had gedaan. Maar toen had ze dat allemaal gemarkeerd en ze begon heel somber te kijken. Ze zei van, het is wel heel erg rood. Ze zei, meid, wat is dat een opluchting? Want stel nou dat jij als VVD het allemaal groen had gemaakt, dan heb ik iets heel erg verkeerd gedaan als ChristenUnie met een verkiezingsprogramma. En vervolgens zei ze van, er zijn alle dingen waar we het wel over moeten hebben. En de conclusie was in ieder geval dat we het wel konden proberen. Maar dat we er op dat gebied, en dat is immaterieel, is dus niet alleen maar medisch, ethisch, maar ook drugsbeleid en een aantal andere dingen. Dat het een hele heis zou worden. En ik vond dat een geruststellende mededeling. En hoe werkt dan die verhouding? Dat als je met Erika Terpstra eruit komt, dan is het ook oké met Gerrit Salm? Ja, dat zei Gerrit ook. Als je met Erika eens bent, dan zijn we eruit. Ja. Er wordt er financieel hoe dan ook een bouw aangepast. Dat is Nee, dus financiën moest ik wel met hem regelen. Ja. Ja, nou, nee, maar op die andere onderwerpen Erika. Ging hij blind Erika. Af op het. En het leuke is dat ik 2 weken geleden heb ik degene ontmoet, een jonge dame die destijds de viltstifter voor Erika heeft gehanteerd. Ja, dat was toeval, maar die liep ik tegen het lijf. Dat is heel leuk. Ik wil naar de laatste. En op dit moment het meest onwaarschijnlijke, maar we gaan het toch bespreken. VVD, CDA, D66 en Partij van de Arbeid. Dan kijken wij en dan zien we dat er 80 zetels komen. In de Eerste Kamer 43 van de 75. En als we op samenwerken drukken, zien we dat er eigenlijk maar één probleem is. Dat is best gek, want die hebben net 4,5 jaar samengezeten. Grote ideologische verschillen op sociaal-economisch terrein, maar sociaal-cultureel tamelijk eensgezind. Plus, ze vonden de samenwerking in Rutte 2 een groot succes. Min hun kiezers niet. Maar hier gaat het heel anders spelen. Ik bedoel, als je een strategie wil hebben om als PvdA om naar 0 zetels te gaan, moet je deze nemen, denk ik. Ja. Nou ja, SP en GroenLinks in de oppositie, dat wordt feest. Maar je kan het ook omdraaien. Dan moet je de plasterk variant kiezen. Ja. Samen met GroenLinks. Altijd leuk. Ja, die moet je serieuzer nemen. Nou, iedereen heeft zich aan dat plasterk ten onrechte uitgelachen, vind ik. Oh. Nou, kijk, als dit is allemaal niks wordt, nu zitten we in december of januari 2018, dan zou dat het moment kunnen zijn voor de PvdA om serieus met GroenLinks te gaan praten en dan niet alleen over samenwerking in de Tweede Kamer of bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook in het kabinet? Maar Max, ik ben het al met je eens, maar de reden dat er zo gereageerd is op het pleidooi van Plasterk is niet omdat het een idioot idee is,
laten we zeggen, omdat een iets betere timing gekozen had kunnen worden. De dag na de verkiezingen. Ja, je kunt het ook voor de verkiezingen zeggen. Nee, maar ja, nee, dat deed Felix Rottenberg al. Oh, ja. Maar als je op de maandag na de verkiezingen, terwijl je politiek leider nog min of meer op de grond ligt en de eerste verkenningen gaan plaatsen en zeggen van, joh, laten we onder de bezielende leiding van Jesse Klaver een nieuwe club gaan vormen. Ik zou me een gelukkige tuin kunnen voorstellen, ja. Heren, we gaan richting het einde. Ik kijk nog één keer de zaal in. Is er nog iemand met een laatste vraag? Dat is niet het geval. Meneer Wijfels, dan kom ik tot slot even bij u uit. We gaan nu, we hebben dus Wilders is nu definitief geparkeerd. De kabinetten zonder Rutte, die zijn ook van tafel af. Hè? Dus dan zou de Buma-premier-achtige situatie zijn. Ik zou je best kunnen typeren als een kritisch CDA-lid. U bent nog steeds lid van die partij, maar u denkt wat anders over duurzaamheid en milieu dan uw partijgenoot. Mag ik het zo samenvatten? Dus u heeft aangegeven dat het belang is dat GroenLinks in dit kabinet komt te zitten. Wat zou u ze nu eigenlijk adviseren? Probeer nu eigenlijk op een goede manier, wij spreken, de tafel te verlaten, zodat je in een later stadium terugkomt? Of zeg je nee, als je er nu zit, volle bak, nu echt proberen. Dit is het momentum. Nou, ik zeg eerst nog iets over Wilders, als dat mag. Mag ook. Kijk, dus mij valt op dat Wilders eigenlijk toch, laten we zeggen, vormen van mildheid begint te vertonen. Hij slaat een andere toon aan na de verkiezingen. Ja, absoluut. Op de avond zelf ook. Maar het electoraat van Wilders is niet across the board voor zijn scherpe maatregelen met de moskeeën en de Koran enzovoort. Ja, vooral dat minder Marokkanen. Ja. Die uitspraak had heel weinig steun bij zijn eigen kiezers. Ja, precies, dat is ook zo één. Dus de echte zorgen van zijn electoraat, die zitten in de wijze waarop ze eigenlijk min of meer buiten de samenleving zijn komen te staan. Dus de kern van elk kabinet dat nu komt, of een belangrijk kerndoel moet zijn, om die mensen er weer zo goed mogelijk bij te halen. Dat kun je ook doen door een serieus programma leven lang leren in te stellen enzovoorts. Dus te investeren in die mensen en ze te helpen om in die enorme transitie die we nu economisch en sociaal moeten doormaken, mee te kunnen doen en een rol te spelen en serieus genomen te worden. Dus dat vind ik een heel belangrijk ding. En als je dat doet, dan heb je het echte antwoord op Wilders. Dus mijn ervaring is, dat is een radicale kritiek. Daar moet je heel goed naar luisteren. Maar je moet je eigen antwoord op de onderliggende ongemakken formuleren. Dat is een eerste advies wat ik zou geven. En dat is dus voor GroenLinks is dat ook een belangrijk ding. Hè? Omdat zij dus, laten we zeggen, de mensen die in de knel zitten, toch zich aantrekken. En dat gaat verder dan pure inkomensmaatregelen. Overigens is het verlagen van lasten op arbeid, juist in de lagere inkomensregionen, is daar een heel belangrijk instrument voor. Hè? Want dan kun je die mensen makkelijker aan het werk krijgen. Ik zou zeggen, mijn advies aan GroenLinks op dit moment zou zijn om heel stevig het proces in te gaan. Hè? En niet al te veel water in de wijn te doen. Maar als je een goed evenwicht kunt vinden tussen een begin met een serieus transitiebeleid, ecologisch, en te gebruiken ter financiering van wat ik zojuist noemde in termen van inkomensbeleid en investeren in die mensen en ze betere vooruitzicht geven op werk via de energie en de circulaire economietransitie. Ja, dan is dat wel iets waar volgens mij GroenLinks eigenlijk als kampioen van, we beginnen nu aan de volgende fase van de economische en maatschappelijke ontwikkeling, de kampioen kan zijn. Hè? Meer dan de andere partijen. En als dat op een goede manier in zo'n regeerakkoord is onder te brengen, dan zou ik zeggen, moet je serieus overwegen. Dat lijkt me hele mooie woorden. Dames en heren, geeft u mijn panel een warm applaus. Max van Wezel, André Rauwvoet, Herman Wijfels. Dank jullie wel voor jullie. We zijn 1 uur en 3 kwartier onderweg geweest. Ik meld u nog even. Nogmaals, 5 april, 5 mei en 9 juni zijn we er weer.
en naar het laat aanzien weer met dit soort topgassen. En ik meld u ook vast dat er ook een hele trits aan belanghebbende goede vrouwen hier op de bank komt zitten. Die hebben we ook al vastgelegd. Ja, houdt u de handen maar even op elkaar, want dit programma wordt gemaakt door niemand minder dan Maartje Nuchteren, Anne Schepers en vooral Barbara Bos. Dus veel dank, alle. Dank jullie wel. Als u nog gaat twitteren, als u dat al niet gedaan hebt, doet u dan de hashtag formatieshow. Dat had ik weer even aan het begin moeten zeggen. En de hashtag formatie ernaast, dan komt alles goed. Ik dank u voor de aandacht en wellicht tot zo aan de bar. Dank jullie wel. Share with you.